بسم الله الرحمن الرحيم Welkom terug bij uh, dit kanaal. We gaan door met de serie. Eigenlijk een uh, tweedelige serie. Uh, ik heb een paar e-mails van jullie ontvangen waarin jullie zeggen dat jullie nog steeds zitten te wachten op uh, Bidden volgens de Koran. En of ik dat alsjeblieft niet vergeet? Nee, dat ben ik niet vergeten. Ik ben daar inderdaad mee begonnen. En uh, toen hebben wij de overstap gemaakt, omdat ik gezegd heb we moeten dit goed onderbouwen. Dus om kritiek te uiten op hoe wij nu bidden als moslims, moeten wij natuurlijk wel kritiek hebben. En om kritiek te hebben, moet je wel je onderzoek hebben gedaan en onderbouwen. Want het betekent dus dat we de hadith gaan aanvallen, want dat is wat ons vertelt nu hoe wij moeten bidden. En om de hadith te kunnen aanvallen is nogal wat. Dus je moet je, je huiswerk goed gedaan hebben. En hadith hangt samen aan wat de islamitische traditie ziet als een soort heilige mensen. Niet helemaal, maar toch ook wel. Ze zijn bijna heilig. Wat ze vertellen is waarheid. Dus, en ik heb jullie verteld: er kan niemand heiliger zijn. Als we al geloven in het concept van heilige mensen, wat we niet doen in de islam. Als we dat zouden geloven, dan is de profeet en na hem zijn familie. En hoe zou dat dan eruit zien? Iemand waar we zoveel eerbied voor hebben. Als voorbeeld heb ik genomen Ali, want hij was de tweede na de profeet. Ja. Um, in Ahlul Beit, zeg maar. Als het gaat om hoe belangrijk ze zijn. Dus Ali heb ik niet zomaar genomen. om aan zijn verhaal. vanuit de hadith zelf. kijken van wat kunnen wij tegen de hadith gebruiken. van hoe kijken we dan als moslims. tegen iemand die wij hoog hebben, hebben staan. En helaas heb ik jullie verteld. Um, dat is zoals ik Ali zie. maar zodra je in de hadith gaat duiken. dan zien we al heel snel dat er een campagne was tegen Ali. De, uh, iedereen die de hadith heeft geschreven. en uh, ze zijn daar een beetje uh, dubieus over. Uh, dat komt omdat ze natuurlijk de moslims niet in het haarnas willen krijgen. Dus hier en daar is het Ali dit en Ali goed en Ali positief. Maar zodra ze de kans krijgen, en als je het tussen de regels doorleest in de hadith, is er eigenlijk een heel campagne tegen Ali. En dat is niet alleen maar uh, tussen de regels door. Ik heb jullie het verhaal verteld van een galifa die zijn imams heeft gedwongen om Ali zwaar te maken in de vrijdagspreek. Dus dat, dat is niet alleen maar mijn filosofie. Dit is wat je haalt uit de hadith als je heel diep gaat duiken en al die verhalen gaat verzamelen die uh, betrekking hebben op Ali. Dus, maar het duurt uh, te lang, zoals ik verteld heb. Ik ga niet zijn hele leven bespreken. Dus ik ben nu op het moment gekomen om eigenlijk grote strap, uh, uh, sprongen te maken. Uh, ik weet dat een hoop van jullie me gemeld hebben van we willen zijn leven weten. En um, ik heb het al honderd keer gezegd, jongens, ik wil niet als een kapotte uh, plaatspeler uh, klinken. Ik ga niet het leven van Ali doornemen, want het gaat me niet om Ali, hoeveel ik, ik ook van hem uh, hou. In dit geval gaat het me niet om Ali. Dit is niet het doel geweest om Ali te, t, zijn leven te bespreken. Ali heb ik genomen als tool om de hadith tegen het licht te houden, door zijn leven te bestuderen zoals dat in de hadith staat. En een manier om, om hadith te ontmaskeren. Heb ik zijn leven. Want dat zou te gek zijn als we dit verhaal gaan uh, delen met elkaar. Met bijna tranen in onze ogen van hoe, wat voor impact het met ons heeft. Terwijl dit uit de hadith is waar we tegen uh, strijden. Dus dat zou een beetje een hypocriet zet van me zijn. Dus het leven van Ali zoals ik het nu verteld heb. Vanuit de hadith. Betekent niet dat ik daarin geloof zoals het is. Maar we willen een koekje geven van eigen deeg zoals het heet. Hadith houden aan hun eigen woord en laten zien waarom het vastloopt en uh, eigenlijk niet loopt. Uh, dus we gaan vanaf nu grote sprongen maken. Dus ik ga jullie niet de details, de juices geven, de, 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 maar eigenlijk alleen de hoofdpunten zodat we over kunnen gaan naar waar we mee begonnen zijn. Namelijk bidden wij als moslims wel zoals Allah dat van ons verwacht. We waren gebleven in het verhaal van de Gandak. Als je niet weet wat dit is, ga terug naar de andere video, want het kost allemaal tijd om het hier te uh, opnieuw op te sommen. En de gandak was eigenlijk een heel belangrijke strijd voor de moslims. Want daar is vastgelegd dat de moslims nu een kracht is waar je rekening mee moet houden. Tot nu toe uh, moesten we als moslims vluchten naar Ethiopië, naar, naar, naar Medina. Naar, naar. Tot nu toe waren we aan, aan het vluchten. En hoewel uh, uh, Orientals en uh, zogenaamd islamkenners, vaak uh, mensen die niet van moslim afkomst zijn. Uh, heel mooi zitten te vertellen van de moslims waren dit en ze hebben aangevallen en ze waren bruut en ze waren terroristen. Dat is allemaal onzin. Tot dit punt waren de moslims nog alleen maar aan het vluchten voor eigen leven. Ze hebben nog niet aangevallen. Ja, hier en daar, omdat ze geen keus hadden. Ik heb jullie verteld, zelfs de Gendak was nooit de keus van de profeet. Bewijs is dat hij de strijd heeft verplaatst naar uh, een andere plek, want zij waren onderweg om hem aan te vallen in de Medina. Man, vrouw, kind, oud, bejaard, ziek, niet gewoon iedereen de koppen afhakken. Dus dat laat al zien dat de profeet nooit aanviel. Maar hij was zichzelf en zijn mensen aan het verdedigen. En als hij geen keuze had, dan deed hij in ieder geval het verplaatsen van, uh, van de drama. Zodat de mensen waar hij uh, voor verantwoordelijk is in leven kunnen blijven. Dus tot nu toe, grote samenvatting in grote lijnen, waren de moslims alleen aan het verdedigen. En niet in de aanval, uh, ze waren nog niet zodanig gevestigd, ze waren nog niet uh, erkend en geaccepteerd van hé, hey, van hun moeten we afblijven, want dit is nu een, een front, dit is nu een eenheid. Nee, men had nog steeds het idee dat ze de profeet kunnen aanvallen, de moslims kunnen uitroeien en noem maar op. En in Gendak is er een, een, een statement uh, gemaakt door de moslims, door Ali eigenlijk. En daarom vertel ik dit. Door Ali. Wat Ali heeft gedaan is. toen iedereen bang was om naar buiten te komen. om te vechten. is Ali naar buiten gekomen. en hij heeft de grootste bruut. van Korais, Amr. op dat moment, dat is zijn naam Amr. Eh, die, heeft, eh, die heeft. die heeft die doodgemaakt. omdat deze Amr niet weg wilde gaan. Hij zegt. hoe dan ook. wij zullen komen. en wij zullen. alles wat jullie hier hebben. aan eh, bescherming. zullen we in elkaar trappen. en we komen binnen. Dus of jullie sturen iemand naar buiten. en ik heb jullie verteld dat dat in die tijd de gang van zaken is. Je gaat eerst de kracht van elkaar meten aan je sterkste man. Dat is ook het verhaal van David en Goliath. Waarom was David alleen tegen Goliath aan het vechten? Omdat dat in die tijd de gang van zaken was. Je stuurt de sterkste man van die kant... en die moet vechten tegen de sterkste man van die kant. En dan kunnen soms uh, uh, de tribes ervoor kiezen... van oh, als dat de sterkste man en wij kunnen hem niet aan... nou, laat dan de rest van de zwakkelingen maar zitten... Wij kiezen eieren voor ons geld. Dat was het idee, zodat je minder bloed uh, vergiet hebt. Dus het, in principe was het goed. Tegenwoordig voeren wij oorlog en we op elkaar. In die tijd was het van: weet je eigenlijk wel zeker dat je tegen me wil vechten? En dat is ook uh, wat er gebeurd is met David en Goliath. Uh, de, de mensen van Goliath hebben hem naar voren geschoven. Van dit is onze sterkste man. Wie hebben jullie? Niemand durfde tegen hem uh, in te gaan. En toen kwam David, Dawood in het Arabisch. Van nou, dan doe ik het. Um, dus die stijl van oorlog voeren, de traditie, de code, moet ik eigenlijk zeggen, is wat we ook hier zien. Dat was in die tijd, in die heel streek, uh, dus ook in de tijd van de profeet. Amr was, was de Goliath in dat verhaal. Hij kwam en het was een broed, hij was bekend, hoe dan ook, ik ga jullie allemaal afmaken. En, en niemand wilde naar buiten komen. Toen kwam Ali. En toen Ali deze Amr, deze sterke bruut, uh, dood heeft gemaakt na een heftige strijd, zegt de, de, de hadith. Wist Koreis van prima. Dit heeft geen zin. We gaan ze niet verslaan. En uh, we trekken ons terug, min of meer. Natuurlijk is er nog wel gevochten en alles. Maar de Gendak is een mijlpaal in de geschiedenis van de islam. Daarna werden ze met rust gelaten. En dat zegt de hadith ook, de, uh, uh, citeert een uitspraak van de profeet, waarin hij gezegd zou hebben: Quraysh ba'da amikum Na dit jaar zal Quraysh jullie niet aanvallen. En Rezu betekent het veroveren. De quest om, om een land over te nemen. Dus het is niet alleen maar dat je iemand uh, een paar klappen wil geven. Nee, je wil hem overnemen. Hij moet door zijn knieën en uh, je moet hem veroveren. De veroveringsquest. Rezwa heet het in het Arabisch. Dus de hadith bevestigt inderdaad dat hier een soort rode lijn getrokken werd. Hier staan de moslims en hier, staan, hier staat Quraish. En, 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 ze, basie, en uh, ze staven dat door, nogmaals de uitspraak van de profeet die dat gezegd heeft. Na dit jaar zal Quraish jullie nooit meer durven aan te vallen. En aan wie hebben we dat te danken? Aan Ali, volgens hadith zelf. Ali was de man in dat verhaal. En wat uh, islamitische geleerden doen, is de islam vanaf dat moment eigenlijk verdelen in, in drie, in drie um, timelines, moet ik eigenlijk zeggen. Dus het begin in Mekka met heel veel pijn en iedereen schopte tegen alle moslims aan en, en ze betekenen niks en ze doden je en ze saboteren je en, en noem maar op, je, je was niemand. De profeet kon niet eens de, uh, de Koran citeren wat hij doorkreeg. Elke keer als hij een nieuwe openbaring had, het moest allemaal stiekem en het moest s'nachts, niemand mocht ze uh, zien. En, 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 af en. Dus dat was de tijd uh, uh, van Mekka. Ze werden aangevallen, onderdrukking, onderdanig. Dan had je de tweede, de, de tweede stuk, dus dat zijn de drie stukken. De tweede stuk was de vlucht, wat ze noemen de Hijra, naar de Medina. Dit is het moment waarop de moslims gekozen hebben: van die trekken we niet meer. Als we hier blijven, dan zijn we sitting dax. Ze gaan ons uitroeien, ze gaan ons uitmoorden, dus we moeten vluchten. We moeten kiezen voor ons leven en we gaan de boodschap vanaf Mekka verplaatsen naar Medina, want als we doodgaan, kunnen we ook helemaal niets van een boodschap naar buiten brengen. Dus dat is het tweede stuk. Dus moslims zijn aangevallen, mishandeld, noem maar op. Dat is stap 1, stap 2. Ze gingen vluchten, nog steeds niet aanvallen, want ze mochten niet aanvallen, want Allah had ze nog niet de instructies gegeven om aan te vallen. Als de moslims bruten zijn, terroristen en maar al te graag grijpen naar een zwaard, dan had ze hier dat kunnen laten zien, maar dat hebben ze niet gedaan. Zelfs toen ze wilden aanvallen, toen zei de profeet, zolang er nog geen toestemming is van Allah, kunnen we niet vanuit onszelf bewegen. Dus niet aanvallen. Maar ja, wat doe je dan? Laat je jezelf de kop afhakken? Nee, vluchten naar Medina om in ieder geval wat veiligheid te hebben. En na de Gendak krijg je dus de derde periode, de, de derde en de laatste fase, en dat is waar de moslims nu aanzet zijn. Ze zijn lang genoeg getreiterd, gepest, gegege, ge, ge, weet je, wie het niet snappen wil, die moet maar voelen. Nu zegt Allah, nu zijn jullie aanzet en neem wat van jou is. Ze zijn teruggegaan naar Mekka, waar ze uit verbannen zijn, kleding, winkels, huizen, familie vermoord, in de fik gestoken, op de meest gruwelijke manier uh, doodgemaakt, uh, zoals de eerste vrouw van de islam, zeg maar, na de vrouw van de profeet, die kreeg een speer in haar uh, Geslachtsorgaan, zo is ze doodgegaan. Uit elkaar gerukt en een, een speer in haar geslachtsorgaan beneden, zeg maar. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat ik bedoel. Dus dit was het leven van de moslims in die tijd. Het was echt afschuwelijk. Dus dat zijn de drie fases. En het begin van de derde fase, waarin moslims nu een kracht is waar je rekening mee houdt, daar had Ali een grote aandeel in. En waarom hamer ik op Ali? Omdat dit een van de problemen is wat we hebben met hadith. Hoewel Ali dit allemaal gedaan heeft voor de islam, is er nul credit wat hij gekregen heeft. Hij heeft heel veel gedaan. En zijn, um, wat hij fout heeft gedaan, niet, niet in mijn ogen, wat hij fout heeft gedaan, uh, in de ogen van deze hadithschrijvers, is dat hij de zij van de profeet nooit heeft verlaten. Ali gaf niet om geld, gaf niet om status. Hij heeft gezegd: zolang de profeet leeft, ben ik zijn schaduw. Ik blijf bij hem tot aan de dood. Dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Toen de profeet overleed, heeft hij uh, ervoor gezorgd tot, tot het laatste adem wat hij heeft genomen. En wassen, uh, um, volgens de islamitische rituelen, wikkelen, begraven. Op dat moment waren al die hadithschrijvers en al die andere galifas, die waren de, de profeet was aan het overlijden, dus die was nog niet dood. Dus er was nog leven in zijn lichaam, maar het was duidelijk dat hij het niet lang gaat houden. Was Omar, Abu Bakr, al die namen waar de meeste moslims vandaag de dag voor bukken en buigen, die waren al lang weg. Dat was pst, een beetje hetzelfde wat je ziet in het verhaal van Jezus. In de Bijbel, toen hij aan het kruis ging, waren de apostelen allemaal weg. Geen één, zegt de, de Bijbel, geen één van zijn apostelen. En dat moeten we heel, heel letterlijk nemen. Want de Bijbel stresst het woord alle. Alle apostelen waren weg. Ze waren allemaal bang voor de Romeinse brutaliteit. Dus toen Jezus daar aan het, aan het kruis hing, was er niemand van zijn apostelen die eigenlijk heeft kunnen zeggen: Is Jezus aan het kruis gehangen? Is die dood gegaan? Wat is er met hem gebeurd? Niemand heeft dat kunnen zien. En dat, dat, en dat zie je in de, isla, of in de Koran terugkomen, waarin Allah zegt: Maar jullie zeggen J jullie zelf zeggen dat jullie niks gezien hebben. Dus alles wat jullie geloven over Jezus is van horen zeggen, staat letterlijk in de Koran. Alles wat jullie geloven over Jezus is van horen zeggen, is aanname. Jullie kunnen niks staven omdat jullie niks gezien hebben. Dat klopt, dat zegt de Bijbel zelf ook. Iedereen die het uh, constant was van Heer Jezus, Heer Jezus, het moment dat hij aan het kruis ging, was er niemand. Pst, iedereen weg. Zien we ook bij de Profeet. Op het moment dat hij dood ging, was er niemand, geen Omar, geen Abu Bakr, geen die, geen, geen, niemand, niemand. De enige die er was aan zijn zij, van dit clubje, was Ali. Dat zegt de hadith ook. De rest was al aan het vechten. Ze waren al aan het vechten. Wie, krijg, wie wordt nu de koning van dat stukje? Dat is uh, verschrikkelijk. En desondanks heeft Ali nooit de credit gekregen die hij verdient. Um, dus, dus je zou kunnen zeggen eigenlijk dat de hele islam die wij nu praktiseren, geïnspireerd door de hadith, is eigenlijk voortgekomen uit lust naar macht, naar uh, politieke agenda, naar hoe breek je iemand, hoe zorg je ervoor dat een, een volk kan blijven bukken en buigen en had niets met islam te maken. Maar dat is wel wat we nu vandaag de dag praktiseren. Het is, het, is, het is echt afschuwelijk. Het is, een beetje, het is het lot van alle drieën, van alle Abrahamse geloven. De Joden die moesten bukken onder de kracht van de Grieken. En wie niet eigenlijk? De Assyriërs. De, 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 nou, de Perzen die waren minder, die waren wat mild. Maar voor de rest moesten ze bukken tegen iedereen. Tot op het punt dat de Torah helemaal volledig kwijt was. Uh, het enige wat ze nog hadden was een Torah. Die gek genoeg geschreven was voor de Joden in Griekenland. Zo van: Oh, laten we ook de Torah vertalen voor deze Joden. Want anders zijn ze helemaal los van hun geloof. Maar het waren generaties Joden in Griekenland. Ze wisten de Hebreeuwse taal, kenden ze niet meer. Dus wat ga je doen? De Torah vertalen in, in het Grieks voor de Joden. Uiteindelijk was alles weg. En het enige wat ze nog hadden, ironisch genoeg, was deze Torah. Dus zowel de Joden die moesten onze politiek uh, agenda. Moesten ze afwijken van hun ware geloof? Dan komen we bij de christenen, idem dito. Die hadden het nog zwaarder. Nou, ik zal niet zeggen zwaarder. Joden hadden het nog zwaarder, maar die christenen best wel ook. Onder uh, het regime van de Romeinen. Ze moesten afwijken van hun ware geloof, want de Romeinen die moesten daar niks van hebben. En die bleven met hun vingertjes waaien. Van pas op, roep niet dat jouw God belangrijk is dan de keizer dan Caesar. Dus water bij de wijn, uh, no pan intended. Het christelijk geloof weer totaal wat anders dan wat alle openbaarde aan Jezus. Nou komen we bij de moslims. En nou hebben wij als moslims een soort arrogantie van de islam is toch wel authentiek? Want wij zijn de moslims. Dat is toch wel het, het geloof van allen. Wij zijn toch authentiek? Wij zijn toch wel echt? De Koran is echt. Maar wat wij praktiseren, de islam die wij praktiseren, is net als die Joden, net als de christenen, die moest helaas bezwijken onder politieke macht politieke agenda van de moslims zelf. Let op, we hadden geen Grieken, geen Romeinen. Dit zijn moslimse mensen, moslimse leiders zelf, die vonden dat de islam een andere vorm moet krijgen, want anders kunnen zij niet aan de macht blijven. Ze wilden allemaal koninkjes zijn en koninkinkjes en, en op het troon en, en dus, dus islam heeft niet een andere lot ondergaan dan de joden en de christenen. Het is allemaal, het is allemaal um, vervast, allemaal aangepast en het moet allemaal binnen een, agenda, een, een, een bepaalde agenda passen. Dus heb als moslim niet de illusie dat je in dat stukje beschermd bent. Want dat zeggen wij. Ja, maar Allah heeft, heeft de islam beschermd. Nee, dat is niet wat Allah zegt in de Koran. Allah heeft nooit een religie beschermd. Hij heeft een boek gegeven. En hij zegt: je bent beschermd zolang je aan dat boek houdt. Maar hij gaat niet hier op aarde bepalen van wat doe je, hoe doe je wat. Dat is jouw probleem. Dan moet je maar terugkomen tot. Tot, tot de Koran, tot de woorden van Allah. Wil je weten wat hij wil, wat hij zegt, dan is het natuurlijk logisch dat je zijn woorden leest en niet de woorden van Bulgarië. Ja, maar Bulgarië zegt, maar is Bulgari jouw God? Nee, nou, dan ben je er. Hoe dan ook, Ali is veel te kort gedaan. Als ik iets moet geven aan uh, de, de Shia mensen, dan is het van jullie hebben gelijk. Wij de Soenieten hebben er een potje van gemaakt en we hebben Ahlul bait verminkt, we hebben ze uitgeroeid, we hebben ze onthoofd, we hebben ze doodgemaakt. We hebben alles gedaan, behalve wat we zouden moeten doen. En dat moet je als Sunnit moet je dat geven aan de Shia mensen. Alleen nogmaals, wat de Shia heeft gedaan, is van Ahlul Bayt een soort Jezus en zijn moeder gemaakt. Een soort uh, bijna katholieke aanbieding. En dat, dat gaat met ver. Want dat gaat weer in tegen wat de Koran vertelt over een mens. Mens is mens en zal mens blijven en zal als mens doodgaan. Dat, dat kennen wij niet. De mens die opeens een God wordt. Dat is echt vanuit de Faro-cultuur, vanuit Grieks, Romeins en noem maar op. Af en dus we gaan door. Dus ik ga niet het hele verhaal met jullie doornemen. Uh, we maken grote sprongen. Ik heb hier heel veel aantekeningen van mezelf. Dus ik moet af en toe even kijken van wat is het volgende wat ik een beetje kan uh, laten aansluiten. Dat het toch nog een soort natuurlijk verloop krijgt. Wat hierna volgt, nogmaals, ik heb jullie verteld: vanaf nu is islam gevestigd, established. Dus de profeet zegt, nou dan wil ik een pelgrim maken naar Mekka. Want daar gaat het allemaal om. Het gaat hem niet om macht. Hij wil geen koning zijn, wil geen keizer zijn. Had hij allemaal kunnen zijn. Nooit gedaan. Heeft hij nooit gedaan. Hij zegt: het enige wat ik wil nu, nu wij uh, uh, aan zet zijn en wij hebben wat kracht en macht, ik wil de pelgrim maken. Ik wil naar Mekka, ik wil naar de Kaaba. Daar gaat het allemaal om. Het gaat om God. Het gaat niet om, om statusen. Maar. Korijs is natuurlijk nog steeds Korijs. En ik heb jullie verteld hoe Korijs zichzelf zag. Korijs was de baam. Zij waren het. En eh, niemand mag ze vernederen. Een soort, een soort, eh, een soort emperor van de, van de Romeinse tijd. Je mag ze niet vernederen. Ze mogen nooit op hun knieën. Dus ze hebben tegen de profeet gezegd. Maar als jij naar Mekka komt. Dan worden wij vernederd. Want. Dan weet de hele wereld om ons heen dat je gewonnen hebt, en dit kunnen wij niet hebben. Wat gaan we eraan doen? Ze zijn eerst proberen de profeet te masseren door van laten we dan een, 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 een vredeperiode inlassen van tien jaar, waarin we elkaar beloven elkaar niet aan te vallen. En daar ging de profeet mee akkoord, natuurlijk. Maar ze hebben ook gezegd: en om ons gezicht te redden, zodat we niet verschut staan, dat we helemaal op de bek zijn gegaan door de knieën, kom niet dit jaar om de pelgrim te maken... sla een jaar over... geef ons iets... het is, het is verschrikkelijk... het gaat hun allemaal om image... image van omliggende tribes... oh jee... Kores heeft verloren... En, en, en om het nog in hun gezicht te wrijven... komt de profeet ook nog... dat jaar waarin ze verloren hebben... ook nog eens een pelgrim houden... en de profeet ging ermee akkoord... had niet gehoeven... hij is nu de baas... hij heeft nu alle touw in handen... maar hij heeft gezegd... prima... Jullie krijgen een jaar, maar volgend jaar sta ik hier om de pilgrim te houden, want het gaat uiteindelijk om God. Dit zijn geen zaken die je uitstelt naar gelang. En deze afspraken, deze vredesakkoord, die is op papier gezet ook weer door Ali, niemand anders. Dus als je gaat kijken naar het leven van Ali, dan heeft hij eigenlijk heel veel gedaan. En hij is de fundering, als het ware. Niet letterlijk, want dan krijg ik weer van baam, maar het is God, de Koran, de Profeet. Ja, jongens, jongens, kijk even verder dan je neus is als ik af en toe wat metafoor gebruik. Natuurlijk hebben wij alle de Koran, de Profeet, maar daarna is toch het echt Ali. Ali die de Profeet heeft gesteund, waar de Profeet op heeft geleund, waar de Profeet vertrouwen in heeft gezet. Het zij akkoorden, vredesverdrag op papier zetten, het zij het naleven van regels, het zij het overbrengen van een boodschap. Zoals we gaan horen, want toen de profeet naar Mekka ging om het op in te houden, heeft hij de mensen daar een tijd gegeven om de keuze te maken van, uh, word je moslim of kies je voor een ander leven, want dan splitsen ons wegen. En niet van, word je moslim of ga je dood. Nee, je wordt moslim of je kan niet meer in Mekka zijn, in de Kaaba. En niet van, je gaat dood, maar dan moet je verhuizen. Uiteindelijk heeft hij het zelf ook moeten doen. Hij, hij, gedwongen moest hij ook vanuit Mekka verhuizen. Omdat ze gezegd hebben: Je bent moslim, wij willen jou niet hier. Dus dat gaat niet samen. Dus mensen hebben al laten zien: zij willen zich niet mengen met de moslims. Prima, zei de profeet. Dan spreken wij een periode af waarin jullie de tijd krijgen om een nieuwe thuis te zoeken. Had hij ook niet hoeven doen. Dat zie je bij geen enkel wereldmacht. Toen de moslims uit Spanje geschopt werden, konden ze niet eens een onderbroek aantrekken, bij wijze van spreken. Het was de ruit. Alles, iedereen eruit, inclusief de Joden. Alles, iedereen moest naar Marokko. Eruit. Geen tijd, niks niet. Er was geen tijd, niks. Geen tijd gegeven. We zien dat de profeet dus veel meer wijsheid had. Veel meer compassie en genade. dan de Spanjaarden. om dit voorbeeld aan te houden. Want hij heeft ze de tijd gegeven. En die heeft hij ook afgesproken. En deze aankondiging mocht ook Ali doen op zijn kameel. En toen Abu Bakr dat zag. Laat Hadith eigenlijk zien dat Abu Bakr jaloers was. Want hij zei tegen Ali: Ben je hier gekomen als een baas of ben je hier gekomen in opdracht van. Wat is dit voor taalgebruik tegen Ali, neef van de profeet of eigenlijk de zoon van de profeet, spiritueel gezien? Waarom zou je zo tegen Ali spreken als Abu Bakr echt zo'n zo bol liefde was? En hij was er voor de Profeet, en hij is nooit losgekomen van de zij van de Profeet. Dan had hij toch kunnen weten wie Ali was en hoeveel hij voor de Profeet betekent. Dan zou hij toch nooit op deze toon met Ali spreken. Dan zou hij toch weten wat voor band er is tussen Ali en de Profeet en dat Ali altijd doet wat de Profeet wil. Dit zijn, dit zijn die kleine dingen, jongens. Als je de hadith leert, leer hierbij stil te staan. Ga niet mee met babababa baba baba en bendeer op waar wat mijn oma zei. De, op de bendier sla, de, de de Marokkaanse uh, wat is het ding? Nee, sta stil bij dit soort punten. Hoe komt het dat het Abu Bakr geen respect had voor Ali? Weten dat hij de schaduw is van de profeet. En hoe komt het dat Abu Bakr zo in vuur en vlam stond toen Ali op een kameel mocht rijden van de profeet om de mensen te vertellen van jullie hebben nog zoveel tijd om te vertrekken? Waarom heeft het zoveel gedaan met Abu Bakr? Waarom was hij jaloers op dat stukje? Want dat is wat je eruit haalt, de jaloezie. Het is altijd vijandig naar Ali. Waarom heb je dit gedaan? Hoe haal je het in je hoofd om dit te doen? Altijd die vijandigheid naar Ali. Maar goed, dit zijn wel de mensen waar we de hadith van hebben geërfd. En ik hoop dat dat nu doorgedrongen is. Dit zijn de mensen waar jij de hadith van hebt geërfd. Jouw zogenaamd heilige Abu Bakr en Omar en en en. Al die mensen. Het lijk van de profeet is nog warm. Of zijn hart klopt nog. Of ze zijn elkaar al in de haren aan het vliegen. Van wie wordt de volgende kalif? Maar hoezo, wie wordt de volgende kalif? De profeet heeft nooit gezegd dat iemand na hem een kalifa wordt. Dat, dat he, daar instructies heeft de profeet nooit achtergelaten. Dat er een kalifa moet komen. Wat katholieken hebben als paus, want dat is wat het is. Wij hebben een paus in het leven geroepen. Wij zelf hebben dat gedaan. Niet de islam, niet de Koran, niet Allah. De profeet heeft nooit gezegd: Als ik dood ga, dan mag die het stokje overnemen. Als ik dood ga, is het klaar. Punt. Het memtuluk om zegt Allah: Jullie islam is volledig. Dat zegt Hij niet zomaar. Met andere woorden: Hier is het. Nu is het aan jullie om die te gaan praktiseren. Wat zegt alleen de Koran? Als de profeet doodgaat. Als ik, als ik het goed heb, als ik de vers goed heb uit mijn hoofd. Wat zegt alleen de Koran? Als de profeet doodgaat, dan gaan jullie terug naar zoals jullie waren. En dat klopt. Ze zijn allemaal teruggegaan naar de praktijken van bruut, macht, dit, dat, zus, Ze hebben niets gedaan met wat de profeet heeft achtergelaten. Dat kunnen wij, dat is een feit. Dat kan je onderstrepen. Dat is geen filosofie van mij, dat is een feit. En dat wordt uh, ook gestaafd door wat je in de Koran leest. En Allah zei, zei dat in de Koran tegen de Arabieren. Zodra de profeet doodgaat, gaan jullie allemaal terug naar jullie oude gedrag, naar jullie oude trucjes. Zoek het op, het zijn niet mijn woorden. Een ander voorbeeld waar we zien dat men eigenlijk een beetje tegen Ali was, was de slag van Gaibara. Toen de profeet uh, aan het begin van de dag de mensen bij elkaar heeft verzameld van wie mag de vlag dragen, ik heb jullie verteld... Vlagdragen betekent dat je het leger leidt. Want met de vlag maak je allemaal uh, gebaren uh, wat, het, wat jouw leger kan zien op afstand. Want je kan niet gillen, je bent op een, een slagveld, en zo is de cultuur van de vlag ontstaan in het leger. En niet van dit is mijn land. Maar een vlag was in die tijd een communicatiemiddel. Hou je de vlag op die manier, dan weet ze dat ze die kant op moeten. Hou je die vlag zo, dan zo. Hou je hem. Dus het was echt een soort codetaal met een vlag. Dus het was cruciaal dat militaire macht in die tijd, en nog steeds, maar nu eh, heeft het natuurlijk een andere functie, was cruciaal dat je een vlag bij je had. En de persoon die de vlag had, was niet van Koch wat leuk, hij mag de vlag dragen. Nee, dat was de legerleider. Want hij heeft een tactiek, hij heeft een strategie en dat beeld hij uit door bepaalde bewegingen te maken met de vlag. Zodat hoe ver zijn soldaten ook van hem afstaan, ze kunnen in ieder geval aan de vlag lezen wat hij van ze wil. Dus de profeet die zei: van het moment waarop ik de vlag ga geven, verzamel je om me heen. Iedereen heeft zich verzameld, behalve Ali, want hij was ziek, hij heeft volgens mij een ontstoken oog wat je leest. Maar goed, niemand ging ervan uit dat Ali de vlag, vlag zou krijgen. Ook weer zoiets. Als ze de profeet kennen en ze, ze, ze hebben hem meegemaakt: ze, ze kennen de relatie van hem met Ali, wie hij wel of niet vertrouwt, maar hier haal je uit dat, dat ze eigenlijk de profeet niet, ken, niet, niet kennen. Ze, ze kennen hem niet. Als je hem kent, dan weet je al. Dan kun dan je een beetje verwachten. Wat gaat hij doen? Dat is wat heet. Ik ken die persoon. Ik ken hem, ik ken zijn gedachtgang, ik, 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 ik weet hoe die is. En... Maar ze zijn met hem opgetrokken en ze kennen hem niet. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten. En dat zien wij ook bij Jezus in de Bijbel. Jezus bleef tegen zijn apostelen zeggen: met, letterlijk, in de Bijbel lees je dit. Jezus was altijd boos. En Hij zei: welk taal moet ik gebruiken? Want ik spreek dezelfde taal tegen jullie, maar jullie snappen het niet. Wat moet ik nog doen om jullie te laten snappen wat ik bedoel? Een beetje hetzelfde zien wij ook bij de profeet met zijn apostelen. Ze hebben hem nooit gekend, want ze hadden geen interesse in hem als persoon. Ze hadden interesse in het model wat hij heeft ge gedaan om zichzelf te bevestigen als, als de, de, de leider. En dat is echt dat is mijn idee. Dat is mijn, uh, dit is wel mijn filosofie. Als je kijkt naar de hadith en je bestudeert het, dan zie je dat de, de Sahaba niet geïnteresseerd waren in hem, maar ze waren in geïnteresseerd in van, misschien kunnen we zien hoe hij tot leider is gekomen van de moslims en dan kunnen wij de trucje naar hem doen. Dat is, want ze waren daar, maar ze hebben niks opgestoken van zijn wijsheid, niet van de islam, niet van de regels, niet. En het bewijs is dat ze, na zijn dood hebben ze totaal een andere islam gecreëerd. Dus, maar goed. Dus uiteindelijk heeft de Profeet gezegd: deze vlag geef ik aan Ali. Maar hij is er niet, waar is die? Dus Ali moest erbij uh, komen, hoewel die ziek was en noem maar op. En, en, en de profeet zegt, die heeft hem genezen. En in ieder geval, dus dit was ook een heel mooi symbolisch moment. De vlag is gegeven aan Ali. Terugkomen naar het aspect van gehoorzamen van de profeet. Hier heb je een voorbeeld. Toen de profeet terug wilde naar Mekka, toen heeft hij gezegd, als het nieuws, uh, uh, zeg maar, uh, ver van tevoren bekend wordt gemaakt in Mekka dat ik eraan kom met mijn mensen, met mijn soldaten, dan wordt het een oorlog, dan gaan er mensen dood. En dat wil ik niet. Het moet een heel passief, vredig intocht zijn terug naar onze stad, want daar kom ik vandaan en deze mensen ook. Dus wat heeft hij gezegd? We gaan terug, maar niemand mag dit nieuws naar buiten brengen, want wij gaan gewoon terug. Terug en als, als we ze daar te plekken ontmoeten in Mekka, dan hebben ze geen tijd meer om een oorlog voor te bereiden. En dat is precies wat ik wil. Want het moet vrede gebeuren. Ik wil niet dat dit een slag wordt. Dus niemand mocht het nieuws naar buiten brengen. Om deze reden. En dat zien wij ook, want toen hij Mekka terugnam, was het geen oorlog. Dat wilde hij niet. Absoluut niet. Het mocht absoluut geen oorlog worden. En de Sahaba's, die boos waren omdat, omdat Koreis die nog in Mekka waren, hun familie op gruwelijke wijze hadden vermoord. Die heeft de profeet in de gaten gehouden, zodat die niet uit hun plaat gaan, zoals dat heet. Daar zijn afspraken over gemaakt. Die is heel boos, die heeft heel veel wraak in zijn hart. Die moeten we in de gaten houden, dat die niet iets gaat doen. Want dit moet een vredig missie worden en het moet vredig missie blijven. En over gehoorzaamheid van de profeet, hoe moeten wij dat zien? Want dat zeggen haar die aanhangers, gehoorzaam de profeet, gehoorzaam hier heb je een voorbeeld van zijn sahaba, zijn eigen sahaba die hem niet gehoorzamen. Namelijk de sahabi Hatib ibn Belta. Hoewel de profeet zei van dit nieuws mag niet naar buiten komen, is dat precies wat deze sahabi heeft gedaan. Hij heeft het nieuws met een dame op een briefje meegegeven van breng dit zo snel mogelijk naar Mekka. Dit is het probleem. Dit is waarom Allah benadrukt over het gehoorzamen van de profeet. Want soms had het catastrofische gevolgen als je dat niet zou doen. Dit, dit was een vredesmissie die dus gesaboteerd werd, omdat deze Sahabi zijn mond niet dicht kon houden. En hij ging in tegen het verzoek van de profeet. Hier hebben we het over. Iets anders, en dan stop ik voor nu. En dan maak ik hem af, inshallah, een andere keer. Iets anders waar, waarbij het concept van de gehoorzaamheid van de profeet nog verder bestudeerd moet worden, lees je in de Tefsir van de Kottobi. Shem al-Khortobi. Dat is een, een islamitisch geleden. Van de tijd dat moslims Spanje regeerden. En hij zegt daar heel mooi in zijn tafsir. Moet je hem maar opzoeken? Kortobi. Hij zegt in zijn tafsir van de Koran. dat de profeet andere verplichtingen had. die wij als de rest van de moslims niet hadden. En wij hadden weer op onze beurt andere verplichtingen. die hij niet had. En, en dat vond ik heel mooi, want daar wilde ik nog op, uh, met jullie over discussiëren. In, in het stukje over het gebed. Deze al-Kortobi die overigens heel bekend is, hij wordt een soort duiker genoemd in de islamitische uh, wetten en kennis. Wat hij gezegd heeft, is hij zegt, de profeet, wat hij moet doen, wij waar het op neerkomt is dat hij eigenlijk zegt van, gehoorzaamheid van de profeet betekent niet dat we hem nadoen. Want dat is wat je nu hoort. Ik doe dit, want de profeet heeft het gedaan. Ik neem vier vrouwen, want de profeet heeft het gedaan. Ik en da daar worden we helemaal, we zijn helemaal gaar van dat argument. Ja, want ik doe de profeet na. Nou. Ja, maar hij zegt, neem bijvoorbeeld het nachtelijk gebed. In de Koran staat dat het nachtelijk gebed alleen door de Profeet verricht wordt. Waarom? Omdat een hoop van ons zijn te lui om dat op te nemen als verplichting. Zeg nou zelf, wie gaat nou een hele nacht zitten bidden? De Profeet moest dat doen van God. En Allah zegt, dat lezen wij in de Koran, sta op en verricht een nachtelijk gebed. Kan je niet een hele nacht, dan een halve nacht, dan een kwart nacht, maar je moet het doen. Dat geldt niet voor ons iets anders wat je leest wat voor de profeet geldt maar niet voor ons is trouwen. Hij was niet vrij om te kiezen met wie die trouwde. Jij als moslim kan kiezen, kan zeggen vandaag de dag: "Ay, die vind ik mooi, daar ga ik mee trouwen." "Oh, het gaat niet, ik ga scheiden, ik neem een ander." Wij lezen in de Koran dat deze luxe van vrijheid had de profeet niet. De dames waar die mee trouwde, hij mocht niet zeggen: "Ik ga van die scheiden en ik neem die." "Ik ga van die en ik neem die." Afijn, ik laat het voor nu hierbij jongens. We gaan verder in een ander deel. Nog steeds voor dit, in dit uur voor jou. Ik heb gisteren een uh, vers gedeeld. Um, zo uit mijn hoofd. Maar ja, de, voor, voor mij was het gisteren. Voor jullie is het vandaag. Maar ik wil er toch even op terugkomen. Om hem helemaal volledig met jullie te delen. Dat is hoofdstuk 3. Vers 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhammad illa rasoolun kad min Fa ik heb jullie gisteren verteld dat Allah ons vertelt dat de Profeet maar een mens is. Het is een boodschapper voor Allah, maar het is een mens. Uhm, als wij Hem aanhangen, of als wij Hem iets van heiligheid of goddelijkheid geven, betekent dat wij op iets, euh, euh, aan iets hangen wat tijdelijk is. Dit is wat Allah zegt. Dat niet alleen Allah waarschuwt ons ook dat heel veel moslims na de dood van de profeet terug zullen gaan naar hun oude manieren. Van Godloos manieren. Dat is wat we hier lezen. Wa-ma' Muhammadan illa rasulun. Wemeh is een heel belangrijk iets in de, uh, de Arabische grammatica. Dat betekent het is maar. Wa-ma' het is maar dus daar waren we bijna uh, onze profeet, nogmaals het is de profeet van Allah, en natuurlijk we houden van ze, we hebben ze heel hoog gestaan um, we blijven trouw aan hun we eerden ze, we respecteren ze we gedenken ze maar neemt niet weg dat wat Allah ons leert in de Koran dat dat nog altijd meer toegepast wordt dan wat je ook voor de rest voelt voor onze profeet, waar we allemaal veel van houden en he, dit is Allah die in de Koran zegt, Muhammad? Hij is maar een boodschapper. Dus. En, dit is, en verder lezen wij in deze vers. min En Allah zegt, Mohammed is maar een van de zoveel profeten. Met andere woorden, maak van hem geen heilig. Hang hem niet aan, want hij is maar een mens en hij is tijdelijk op deze aarde. Hij heeft een taak, als hij die taak vervult, dan is hij weg. Hang niet Mohammed aan. Nogmaals, ook al houden we van hem en dat allemaal, dat allemaal, dat is aan één kant. Maar wat Allah ons leed, is aan de andere kant. D dat, is, dat is nog een zwaardere boodschap. Hij is maar een mens, hij is maar een profeet. En zoals hem zijn er tèg profeten voor hem. Mohammed illa rasoolan. Het is maar een profeet. Voor hem zijn er zoveel profeten geweest. Qad min qablihi ar-rusul. Dus dit, dit toen Allah deze vers bekend maakte, was Mohammed nog in leven. Want hij zegt tegen de moslims: stel nou dat hij doodgaat of hij wordt doodgemaakt. Als één van de twee, want zo gaan we altijd dood. We worden doodgemaakt of we gaan dood door natuurlijke oorzaak. Dus alle verwijst naar die twee opties. Want hij kon ook gedood worden, want er waren zoveel hypocrieten en vijanden om hem heen. Dus hij zegt, even met El-Kotile. Dus zodra, even eenen. Dus we laten er geen gras over groeien. Even eenen met al kotile Of zodra hij doodgaat of hij wordt doodgemaakt. In Calebtoum Ale Akebiko. En hier praat Allah tegen de moslims. Dan keren jullie terug naar jullie oude uh, gedrag. Oude manier van leven. Inqalabtum. Inqalab betekent omkeren. Je draait terug. Inqalab, dat is het Arabische woord, werkwoord voor terugdraaien. En, en Allah praat hier tegen de moslims. En het is geen vraag. Het is geen waarschuwing. Hij stelt een feit vast. Het is heel belangrijk om die onderscheid te maken. Allah zegt hier niet, jullie zullen, jullie kunnen, ook Ook inqalabtum, wij allemaal... Dat betekent de meerderheid. Minstens moeten we dit zo vertalen dat de meerderheid van de moslims weer zullen afdwalen. In qalabtum ala ja? akabikum. Dus je draait terug en het enige wat men van je ziet zijn jouw hielen. Want als je, als je terugloopt, dan zie ik niet jouw tenen, maar ik zie jouw hielen. Dat is de Arabische uh, metafoor. Dus hier in het Westen zeggen wij: Ik zie jouw rug, ik zie je achterhoofd. Maar in de Arabische taal, met name in de Koran. Gebruikt Allah het woord helen, want het zijn jouw voeten die jou dragen. En het is belangrijk dat de richting waar je voor kiest om op te gaan, heeft alles te maken met welke kant je voeten opwijzen. Want uiteindelijk zijn het je voeten die moeten gaan lopen en het zijn uiteindelijk je voeten die je daar naartoe moeten dragen. Welke kant je ook kiest. Vandaar dat Allah hier, als het gaat om richting kiezen, gebruikt Hij niet je achterhoofd als je omdraait of je rug. Maar jouw hielen, verwijzend naar je voeten, een heel bewust keus maak je. Je draait om, dat betekent je, je voeten gaan een andere kant op lopen. En Allah zegt hier: Roménie, en Allah zegt En Allah zegt: Of je nou in mij gelooft, of niet, of je bent moslim, of niet, mij schaat je me er niet mee. Het is voor jezelf. Of je nou moslim bent of niet, of je blijft niet. Allah zegt: Ik heb er niks mee te maken. Het is niet dat ik daar beter van word. Het is allemaal voor jezelf. Doe het of doe het niet. Maar er zullen consequenties zijn. En Allah zegt: Maar de mensen die aan hem vasthouden zullen beloond worden. Zij die dankbaar zijn voor dat we deze boodschap hebben mogen ontvangen, zullen beloond worden. Want het betekent als je blij bent om die boodschap te ontvangen... betekent dat je daar uh, in gelooft, in vertrouwt en uh, het ook praktiseert. Ik heb jullie eerder verteld dat to toen de profeet terugkwam naar Mekka... heeft hij ervoor gezorgd en voor gewaakt dat er vrede blijft. Dus het moet op een vredige manier gebeuren. En er was één familie, er was één man bij hem... wiens familie uitgeroeid was door Quraish... En die was heel boos, heb ik jullie verteld. Zijn naam is Saad. En men was bang dat hij problemen gaat maken. Dat hij toch niet uh, het voor elkaar krijgt om zijn zenuwen te onderdrukken. En dat hij toch iemand gaat doden. En toen de profeet dat hoorde, dat deze Saad zo boos was, toen ze Mekka terugkwamen, uh, terugnemen. Toen zei hij tegen Ali: daar heb je het weer tegen Ali: Pak de vlag af van Saad. Want de vlag is een verantwoordelijkheid, het is een eer. Uh, je hebt een boodschap, je hebt een taak, noem maar op. Pak het van hem af. Want dan weten wij dat wat hij ook denkt en vindt, dat hij daar niet de rest in mee zal slepen. Want dit moet vrede gebeuren. En Ali heeft dat gedaan. Maar vlak voordat ze Mekka binnenkwamen, zei de profeet: ik, Het is ook niet de bedoeling dat ik hem verneder. Dus wat ga je doen? Je pakt de vlag van hem af en je geeft het aan zijn zoon, dan blijft die eer toch in de familie, in zijn familie. Want anders is hij en boos dat die mensen is kwijtgeraakt, en frustreert, want hij mag niks, en de eer die hij uh, kreeg van de profeet, uh, wordt hem ook nog eens ontnomen, boven alles. Dus om de pijn te verzachten, vertelde, uh, vertelde de profeet aan Ali, pak de vlag af en geef het aan zijn zoon, en zo blijft het in de familie. En dat is ook gebeurd. En deze mooie les heeft Ali, deze mooie taak heeft Ali mogen uitvoeren. Een ander uh, moment waar Ali uh, naar voren kwam, weer als de wijze van alle Sahabas, was een heel pijnlijk ongeluk. Uh, wat plaats heeft gevonden waarbij Ghali ibn Lu'alid betrokken was. Dat was op een gegeven moment een volk wat heet Beni, Beni Judeme, um, die kregen de uitnodiging om zich te bekeren tot islam. En Khalid was uh, aan kop gezet om deze project te leiden. Maar zij waren al bekeerd. Voordat iemand ze bereikt had, waren ze al bekeerd door de islam. Want ze hadden gehoord wat het is, hoe en wat. Maar dat was voordat Khalid bin Walid ze bereikt had. Dus toen hij eraan kwam. Dit zijn Arabieren in het Midden-Oosten, en dat zie je vandaag de dag nog steeds. Uh, in uh, heel veel Arabische landen, als ze iets te vieren hebben, dan pakken ze hun zwaarden en dan gaan ze met de zwaarden zwaaien in de lucht. Dat is nog een folklore dans van heel veel Arabische landen. Dus toen Khalid bin Walid aankwam om ze uit te nodigen tot de islam, waren ze juist gezamenlijk aan het vieren dat ze een nieuwe religie hebben omarmd, namelijk die van de profeet. Dus ze waren met die zwaarden aan het dansen in de lucht. Maar Khalid bin Walid. Die zag dat als dreigend. En hij besloot uiteindelijk, het is een lang verhaal, maar hij besloot uiteindelijk om aan te vallen en ze allemaal uit te roeien. Dus hij heeft gewoon mede moslims gedood, omdat hij niet bereid was om eerst te onderzoeken wat er nou precies aan de hand is. Hij zag ze allemaal buiten staan en het was intimiderend. En er zit een les hier voor ons allemaal: voordat je mensen de kop afhangt, leer ze eerst even kennen, jongens. Het was heel erg. En Khalid moest zijn fout uh, uh, publiekelijk toegeven. En de profeet heeft dat ook aan iedereen laten horen: van hij zat fout, had hij nooit moeten doen. In ieder geval, om dit op te lossen, ik kan het al raden, om dit op te lossen heeft de profeet maar één iemand uitgekozen: waar hij alle vertrouwen in had om dit weer in goede banen te leiden, om de vrede weer te laten terugkeren en de band te herstellen met deze mensen die op een afschuwelijke wijze. Familie en elkaar zijn verloren om niets eigenlijk. Alleen omdat Ghalib Nolid een heet hoofd was. Ali heeft die gestuurd. En Ali is daar naartoe gegaan. Hij heeft de relatie hersteld. Heeft, heeft iedereen van de profeet schade uh, vergoeding gegeven. Zelfs, zei Ali, zelfs het bakje waar de hond zijn water uit dronk. ...kan je nagaan, Heel veel moslims hebben dingen tegen honden. Een hond is dit, een hond is dat. Hier is Ali. En die vergoed zelfs het bakje waar de hond zijn eten uit at en zijn water uit dronk. Want dat was ook kapot, blijkbaar. Het was in die tijd allemaal uh, um, van aardewerk natuurlijk. En die was waarschijnlijk kapot. Want er ging daar een soort oorlog losgebarsten. Zelfs dat heeft hij vergoed. En zei Ali: Ik laat extra geld achter, want misschien ben ik iets vergeten te vergoeden waar jullie nu niet opkomen, maar misschien later. Of misschien zijn er meer mensen in, in deze uh, strijd gedood... dan dat we nu hebben kunnen vergoeden en hebben kunnen in kaart brengen. Dus hij heeft extra veel geld achtergelaten... voor dit soort misschien dat of misschien dit. Dus hij heeft niet alleen maar de relatie hersteld, de vrede is weer terug. Hij heeft iedereen gegeven, dubbel en dwars, waar ze recht op hebben. Het minste wat ze kunnen krijgen, plus nog een boel daarbovenop. En dit is een heel mooi symbolisch verhaal, waar Ali nogmaals, dus daar waar de andere sahabas de boel alleen maar lieten, uh, uh, hoe noem je dat, escaleren, was na de profeet, was het altijd Ali die de boel ging oplossen op een vredige manier. Waarom? Omdat hij de schaduw was van de profeet. Hij had de ways van de profeet, om het, om het zo mooi te noemen in het Engels, de manieren geleerd van ons profeet. Zaken los je op vredig. En niet met een zwaard. En die andere uh, uh, sahabas nogmaals, en uh, uh, de khalifas, om maar eens te zwijgen over de khalifas die daarna kwamen. Het zwaard was altijd warm. Die kon nooit afkoelen, want het was altijd in hun hand en ze waren er altijd niet aan het zwaaien. Ali niet. En misschien is dat de boodschap die we uit deze hadith kunnen halen, als we daar iets uit kunnen halen. Dat hoewel Ali sterk is, fysiek, mentaal en alles, was hij juist de persoon die het minst greep naar het zwaard. Andere moment, dus zoals ik je vertelde, ik ben nu heel grote sprongen aan het maken. Andere moment waar Ali ook in mocht stralen was de strijd tegen Ta'if. Ta'if is een strijd wat plaats heeft gevonden nadat de profeet Mekka had teruggenomen. En um, dit zijn mensen die het niet konden loslaten. Dus die wilden de profeet aanvallen en de moslims. Dat hebben ze ook gedaan. En ze waren sterker. Ze hebben de moslims helemaal uit elkaar gescheurd. Heel veel mannen gingen dood, heel veel moslims gingen dood. Ze vielen de moslims en niet-moslims aan. Iedereen die in Mekka was. En er bleef maar, er wordt gezegd, er bleef maar iets van honderd man bij de profeet. Waaronder Ali en El-Zubair. zubair is ook familie van de profeet, zo in mijn hoofd. In ieder geval, deze strijd was eerst geleid door Gelid ibn Noëlid, ook weer. Maar hij raakte gewond en kon niets meer. En wie nam het over? Ook weer Ali. Die dat tot een goede einde heeft kunnen uh, brengen. Zoals eigenlijk altijd. En ja, we lezen in de Koran, hoofdstuk 9, vers 25, dat Allah zegt uiteindelijk... Moest alles zich ermee bemoeien om de moslims te redden. Want anders waren ze daar allemaal uitgeroeid. Dus hij stuurde zijn engelen om de moslims te beschermen. Als we nog twijfelen aan hoe belangrijk Ali was voor de profeet. dan moeten wij Raswat Taboek bespreken. Raswat Taboek: dit, um, um, dit is een verhaal wat, wat uh, vertelt dat Romeinen hadden aangekondigd. de profeet te zullen aanvallen. Want ze hoorden dat daar ergens uh, een profeet was en die was daar sterker aan het worden. En, en Romeinen zagen dat als uitdaging, want in de tijd dat Rome aan het regeren was, mocht niemand stralen: alleen Rome, de keizer, Caesar. Ze moesten er niks van hebben dat ergens op de wereld, zeker als het dichtbij was, dat daar een rijk of een stam sterker aan het worden was. Of Rome zou aanvallen. Dus ze hoorden dat de profeet sterker werd. heeft een groot soldaat, uh, uh, wat is het, een groot leger. Uh, nam Medina, nam Mekka, noem maar op. En blijkbaar gingen er roddels dat Rome uh, de profeet zou aanvallen. En zoals altijd heeft de profeet gezegd. Dat ga ik niet laten gebeuren in Medina. Ik neem mijn leger buiten Medina en dan komen we ze halverwege tegemoet. Voordat ze ons bereiken met onze kinderen, vrouwen, gezinnen, bejaarden, noem maar op, dat soort zaken. En hij zegt: Ali moest achterblijven. Um, en het was eigenlijk een heel mooi symbolisch iets. Ali moest achterblijven om de profeet te vervangen. Dit is voor het eerst dat iemand in die tijd de profeet heeft vervangen in een stad. Dus wat, want dat is in principe wat hij deed. De profeet was er niet meer. En in zijn plek, net als, net als de eerder verhalen die we kennen... of toen uh, ze de profeet wilden komen doden... was de profeet weg. En wie zet hij in zijn plaats? Ali. Ik denk dat we dit vooral symbolisch moeten zien. Hier ook in Medina. De profeet vertrok met zijn legenaar om de Romeinen tegemoet te komen. Wat uiteindelijk nooit plaats heeft gevonden. Uiteindelijk heeft de profeet nooit tegen Romeinen gevochten. Want er kwam niemand. En hij is teruggekomen. Het was een lange reis in de zomer. En... Maar goed, ja... Hij hoorde dat ze uh, zouden aanvallen, dus het zeker voor het onzeker, is daar naartoe gekomen. Romeinen kwamen niet en hij is teruggekomen naar huis. Maar wat wel gebeurde was een andere aanval, namelijk vanuit de moslim zelf. Ze vielen Ali aan met roddels: van kijk, uh, de profeet houdt niet meer van je, hij stelt niks meer voor, hij heeft geen vertrouwen meer in je, want kijk maar, hij heeft jou achtergelaten. Dit is het Romeinse rijk waar hij tegen gaat vechten. En jij gaat niet mee. Hij heeft je achtergelaten in de Medina. Dit waren de moslims die dit soort roddels gingen verspreiden over Ali. Daarom jongens, dus daar is al eerder, al heel, heel ver terug in de tijdlijn, was er een campagne tegen Ali. Dat vertel ik niet alleen, dat vertelt zelfs de hadith. Of zelfs voor de mensen die daarin geloven en, en hadith maar mooi vinden. En dit is hadith. Zelfs hadith maakt duidelijk dat er een campagne was tegen Ali. Men was haat aan het verspreiden, dodels en noem maar op. In ieder geval, dus ze hebben gezegd van Ali mocht niet mee, want hij stelt niks meer voor. En de relatie met de profeet is verbroken. Kijk maar, hij laat hem achter. Het is net een vrouw. Hij mag bij de vrouw blijven en de bejaarden en, en. En toen Ali dit hoorde, heeft het hem enorm geraakt. Dus toen de profeet terugkwam, heeft Ali verhaal bij hem gehaald. Van waarom heb je me achtergelaten? Is dit, is dit de reden? Want dit is wat er nu over me gezegd wordt. Waarop de profeet zei, dit zijn mijn mensen. En dit is juist een compliment dat ik een hele stad met mensen waar ik om geef, dit is mijn community, dit zijn mijn mensen, dit, dit, dit is mijn grote familie. En het feit dat ik dat achterlaat, toevertrouw aan jou, is niet omdat ik jou niet vertrouw, maar omdat ik niemand genoeg vertrouw dat hij er goed voor zorgt dan jij. Dus iets wat begonnen was als een roddelcampagne tegen Ali, is eigenlijk in hun gezicht uh, opgeblazen, zoals het heet: it fired back. Dat niet alleen, de profeet vond het nodig om dan en daar een sterk statement te maken over hoe belangrijk Ali voor hem was. En dit is wat hij zei. En, en daarom, daarom moeten wij de Shia-mensen net wat meer credit geven als het gaat over wie wij moeten volgen. Niet dat de profeet heeft verteld dat er iemand naar hem moet komen. Hij heeft het aan ons overgelaten. Maar als we iemand moeten volgen. omdat we nou eenmaal kuddedieren zijn. en we moeten altijd een herder hebben. zo werkt het met mensen. daarom hebben wij ook president en koning keekjes. En, en noem maar op. als we toch die behoefte hebben. van iemand moet ons leiden. dan had dat Ali moeten zijn. en wel om deze volgende reden. waar je absoluut niet over mag twijfelen. Dit is de reactie van de profeet. Hij zegt: De mensen die jou dit allemaal hebben verteld, hebben gelogen. Het zijn leugenaars. Ik heb je niet zomaar achtergelaten in Medina. Ik heb je in Medina achtergelaten voor jouw familie en om jouw familie. Tussen jouw familie. Dus dit, dit is wat Hadith ons vertelt, dat de profeet gezegd zou hebben. Dus hij zegt: Ali, ik heb je achtergelaten voor jouw familie en om jouw familie. En je was tussen je familie. Dus dit zijn, dus met andere woorden, het meest waardevol wat ik uh, had in die tijd. Dat waren zijn mensen. Voor de rest had hij geen vermogen. Dat was zijn vermogen. En Hadith vertelt, en dit is het gekke, hier moet je echt die haren van je kop aftrekken. Hadith vertelt dat de profeet gezegd zou hebben dat hij tegen Ali zei, neem mijn plek in de familie als ik er niet ben. En bescherm mijn familie, want het is ook jouw familie. En daarmee bedoelt de profeet niet alleen maar Ahl al -Bait, niet alleen maar zijn letterlijk gezin, maar hij bedoelt natuurlijk ook de moslims en eigenlijk iedereen in Medina. Want er waren niet alleen maar moslims in Medina, er waren joden, christenen, moslims noem maar op. Dat zag hij natuurlijk allemaal als een verlengstukje van zijn familie. Want dat moest allemaal beschermd worden. Maar als dit nog allemaal een slap argument is voor je, hoor dan wat de profeet verder zei, conform deze hadith. dat zijn niet mijn woorden. Hij zei tegen Ali, wil je niet mijn haroon zijn? En wat bedoelt hij daarmee? Toen Mozes Allah sprak en hij moest naar de Farao, dat verhaal in de Koran weet je wel, dat hij zei, maar Allah, ik ben niet goed, niet wel bespraakt. Ik kan niet vlot praten, want dit is de Farao waar hij tussen groeide. Plus het is de Farao van heel Egypte. En dan komt Mozes met zijn stokje om tegen hem te vertellen, laat die joden gaan. Mozes zei: Dat gaat me niet lukken. Ik ga nerveus worden. Ik ga stotteren. Er komt niks uit. Ik weet niet hoe ik dit makkelijk kan overbrengen. Uh, laat Harun meegaan, alsjeblieft. Want Harun die is net wat wijzer, wat beheerst. Net wat kalmer. Hij kan een boodschap net wat uh, vlotter vertellen en misschien wat mooier. En dit was natuurlijk een tekortkoming van Mozes zelf. Want Allah zei tegen Mozes: Lezen wij in de Koran. Maak je, maak je geen zorgen, ik ben bij je. Ik zal elke seconde bij je zijn. Maar om Mozes een plezier te doen, heeft Allah gezegd: prima. Dan zal ik deze boodschap aan, die, aan de farao, voor de Joden, laten de, de, te, dragen tussen jou en Haroon. Dus Haroon was eigenlijk een soort sidekick van Mozes. En hij was heel belangrijk en cruciaal in dat verhaal. En de profeet verwijst naar Ali. En nogmaals, voor de mensen die het verhaal van Mozes en Haroon niet kennen. Haroon was een soort onofficieel tweede profeet. Zo moet je hem zien. Want Mozes was de profeet. Maar Haroon was onofficieel eigenlijk de tweede profeet tegelijkertijd naast Mozes. Hij werd uitgekozen door Allah op verzoek van Mozes. Maar om Mozes een plezier te doen, werd Haroon een soort profeet. Dus zo belangrijk was Haroon. Toen uh, Mozes de berg opging om met God te praten. Wie liet hij achter om zijn plek uh, uh, te nemen, was Haroon natuurlijk. Want toen hij naar beneden kwam en die Joden waren afgedwaald, het was maar 30, 40 nachten, 40 nachten heeft hij die Joden achtergelaten en ze waren weer helemaal van God los, niks had indruk gemaakt. Dus toen hij naar beneden kwam, toen pakte hij Haroon bij zijn baard, lezen wij in de Koran, of bij zijn haren of bij zijn baard, en hij zei: hoe heb je dit zover kunnen laten komen? Met andere woorden, ik ben teleurgesteld in jou. Ik heb je aan verantwoordelijkheid gegeven dat je mij moest vervangen om de Joden ervan te beschermen dat ze weer teruggaan naar hun, hun afgoderij. En dat heb je niet gedaan. Waarop Harun zei: Broer, uh, 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 zoon van mijn moeder, zet mij niet verschut. Wat had ik kunnen doen tegen zo'n grote groep? Ik ben maar een, een, een oude man, of een zwakke man, iets in die geest. Ik kan even de vest niet meer voor me halen. Maar iets in die geest van ik ben maar een oude man of ik ben een zwakke man. Wat had je van mij kunnen verwachten tegen zo'n grote groep Joden? Ik had ze onmogelijk kunnen tegenhouden. In ieder geval, dus dit, dit verhaal laat zien dat Mozes Harun wel degelijk zag en zijn plaats vervangen. Uh, als Mozes er niet was. In dat context moet je deze uitspraak van de profeet plaatsen. Hij zei tegen Ali, wil jij dan niet mijn Harun zijn? Dit, dus wat ik jullie verteld heb hier over Harun, zo moet je Ali zien. Met andere woorden, als er iemand de plek neemt van de Profeet, als de Profeet er niet is, dan is het Ali. En eigenlijk zijn we klaar, jongens. Als je in de Hadith gelooft, dan zijn we klaar. We kunnen hier nog gaan praten tot, tot, tot til the cow's come home, maar dit heeft geen zin. We gaan alleen maar herhalen en herkauwen onzin en goedkoop gepraat. Want hier houdt alles op. De profeet vertelt ons dat Ali zijn haroon is. Punt. Betekent dat als de profeet er niet zou zijn en het is nodig dat iemand zijn plek vervangt, dan is het Ali. Dus in dat opzicht hebben de Shia mensen gelijk. En die buigingen respect. Dat ze, dit, dat ze daaraan vasthouden. Dat is iets wat ons, de Sonieten niet is gelukt. En het is nooit leuk om te horen over jezelf of je eigen familie of je eigen groep dat je gefaald hebt. Maar je moet, we zijn volwassen jongens. Je moet rijper worden. Je moet eerlijk blijven. Je oog in zelf, uh, uh, jezelf in de ogen kunnen kijken. En gewoon kunnen toegeven. Wij, de Sonieten hebben gefaald. Wij zijn het ergste wat de legacy van de Profeet is overgekomen. En zijn familie. Wij hebben een beetje gedaan. Wat ieder afgedwaalde volk hebben gedaan met hun profeet. Dat zijn wij in dit geval. En nogmaals, de Siieten hebben hun eigen problemen. Want die zijn meer de katholiek kant op gegaan, eh, om het zo te noemen, in hun manier van islam praktiseren. Maar ze hebben in ieder geval één ding: en dat is de discussie vandaag: ze hebben één ding goed gedaan. Ze hebben zich vastgehouden aan de familie van de profeet. In dit geval aan Ali. Klaar punt. Er valt niets meer over te vertellen. We kunnen hier nog duizend video's over doen. We kunnen nog duizend hadithboeken gaan lezen. Maar het, is, het wordt allemaal onderuit gehaald. Het is klaar, jongens. Hier en nu moeten we eigenlijk stoppen met, met deze hadith, met, met uh, discussie. Ja, nee, maar. Nee, maar Abu Bakr mocht de eerste pilgrim naar Mekka leiden. En dus is. Maar wie zegt en dus? Wie bepaalt dat en dus? Dat hebben wij zelf bepaald. Ja, Abu Bakr. Mocht de pelgrims leiden naar Mekka. En dus was dat het symbool. En dus was dat het signaal dat hij de profeet mag vervangen. Wat een onzin. Wauw, wat nemen wij veel ruimte in om te vullen voor de profeet. Tegelijkertijd hebben wij deze uitspraak tegenover staan. waarin de profeet ons niet laat invullen. maar hij vertelt het gewoon. Give it to you completely. Ali is mijn Harun. Maar omdat dit ons en de oude sonieten van vroeger er niet goed uitkwam. want zij wilden natuurlijk. Uh, kleedpartijtje spelen en op een troon zitten en, en, en... hebben ze dit maar voor het gemak uit de picture gehouden. Deze belangrijke uitspraak. Nogmaals, in kader van volledigheid even het verhaal van Harun. Ik vind het nooit leuk als ik iets niet goed herinner. Dan ben ik verplicht als moslim om dat te vertellen vanuit de Koran. Even terug naar wat Harun zei tegen Mozes. Dat vinden wij in hoofdstuk 7, vers 150. Wat zei Harun? Haddu billahi minashatana jim, bismillahirrahmanirrahim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أجعلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Dat hij teleurgesteld is in wie zijn plek heeft overgenomen. Dus met andere woorden, hij valt Haroon aan, zijn broer. Dus Mozes valt Haroon en hij zegt: Jammer, jammer van de persoon die mijn plek heeft overgenomen. Waarop Haroon zei: Dus hij heeft hem bij zijn haar gepakt. Dus Mozes heeft Haroon bij zijn haar gepakt en hij ging zijn gezicht tegen zijn gezicht houden, omdat hij zo boos was. En waarop Harun zei, verneder me niet tussen deze mensen. Deze groep joden waren zelfs in staat om mij te doden. Toen ik probeerde om ze de film weer te houden, om de gouden kalf niet te maken, te aanbidden, hebben ze aangegeven dat ze zelfs in staat zijn om mij te doden als ik niet ophoud. Hij zegt dus, voordat je me vernedert, weet dat ik nooit wat heb kunnen doen. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat we uit deze vers kunnen halen dat Mozes hier letterlijk aangeeft dat Harun zijn plaatsvervangende persoon was. Dus hij was de profeet op dat moment als Mozes er niet was. Dit is zoals we Ali moeten zien. Maar om weer geen aanhangers te krijgen van Ali. Om te voorkomen dat er een soort cult is ontstaan, wat helaas wel gebeurd is in Turkije, in, in Aziatisch, Arabisch, moslimlanden, eh, zijn er heel veel Ali-cults ontstaan. Dus waar de profeet voor bang was. Lees je in de hadith dat de profeet zei: Er is geen profeet naast mij of na mij. Was dat het geval, dan was jij het geweest. Dat zei hij tegen Ali. Het is maar dat Allah ervoor gekozen heeft dat ik de laatste profeet zal zijn. Was het zo dat er nog een profeet zou komen? Dan was jij het geweest, dus, jongens, duidelijker kan de profeet niet zijn: als we iemand moeten aanhangen, als we iemand krediet moeten geven en waarde moeten geven naar de profeet, dan zijn het zeker niet de overige Galifa's en Sahaba's, maar dan is er maar één mens: en dat is Ali. Moet je je voorstellen. Zet alles, en dit is nog maar het toppunt van de ijsberg, wat ik jullie verteld heb over Ali zo verder. Maar hij heeft zoveel gedaan, het is onmogelijk om het hier op te sommen. Ali heeft zoveel gedaan. Waar het op neerkomt is dat Ali altijd koos voor de kant van de profeet, nooit voor zijn eigen belangen. Dat, dat, is, dat is de samenvatting. En hij heeft heel veel dingen gedaan. Dus dan zou dit allemaal, zet dit in, aan de, aan de, in de ene schaal van de weegschaal, en aan de andere kant, alleen maar omdat Abu Bakr. De pilgrim mocht leiden naar Mekka, zou hij zo'n belangrijk positie krijgen waarbij hij de Profeet vervangt. Is dit eerlijk en is dit logisch? Ali, die zoveel heeft gedaan, dubbel en dwars, door en door, zo vaak heeft laten zien dat hij de Profeet goed vertegenwoordigt, dat hij hem vervangt, dat de Profeet aangeeft dat hij de vervanger is. Om maar eens te zwijgen over dat hij islam een fundering heeft gegeven, na Allah natuurlijk. Dat hij de moslims heeft verdedigd op punten waarbij ieder ander leider of dood is gemaakt, of viel, of gewond raakte, of niet durfde. Was Ali er altijd om die taak alsnog op zich te nemen? Dit allemaal zou de profeet tot een, een, tot een, 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 een stukje niets in, in zijn hand verkruimelen en weggooien, alleen maar omdat Abu Bakr. Lekker veilig op de kameel, lekker gemakkelijk naar Mekka mocht rijden. Wauw, en dus mag hij de profeet vervangen. Dat is een make sense jongens, dat is een make sense. Als wij geloven dat islam aan alle eerlijke rechtvaardig is. En hij zegt in de Koran dat ieder mens beloond wordt zelfs, al is daad zo klein als een atoom. Toen de mensen de atoom als eenheid nog niet eens gebruikten. Hadden we dat in de Koran, 1400 jaar terug. Is het vanuit die denkgedachte Denkwijze, is het aannemelijk dat alles wat Ali heeft gedaan in de prullenbak wordt gegooid en dat Abu Bakr, die op een kameel mag rijden, de profeet mag vervangen? Absoluut niet. Geen enkel logisch, denkend, überhaupt denkend hoofd, al heb je nog maar één hersencel over, zal hier enig logica van inzien. En het feit dat moslims zeggen: ja, maar hij was altijd de schaduw van de profeet. Ja, maar hij was wel in, 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 in dat grot toen, toen Allah zijn sekina aan de profeet gaf en aan hem. Dat is nog maar de vraag, jongens. Want dat wil ik met jullie bespreken verder in deze serie. Dat is maar de vraag of Allah Abu Bakr zag zoals de moslims hem vandaag de dag zien. En ik zal een ik, 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 kleine theorie wat ik met jullie wil delen. Nogmaals, herinneren aan wat Abu Bakr zei toen Ali in Mekka op de kameel reed van de profeet... om de mensen te vertellen dat ze zoveel tijd hebben gekregen... van de profeet om een andere thuis te zoeken. Want wat, wat doe je daar? Want het is een islamitische stad. Dus als deze die zou kloppen, dan zou ik het snappen. Ik bedoel, ik als moslim ga op zondagochtend... alleen maar omdat ik het leuk vind... niet een kerkstoel bezit houden. Weten dat er christenen zijn... Waar die stoel, waar die plek veel meer waarde voor heeft dan voor mij. Zij komen daarom te bidden op zondagochtend. Ik kom daarom dat ik de kerk mooi vind en ik wil het bewonderen en dus neem ik die plek bezet. Nee, natuurlijk niet. Dan ben ik op zondagochtend ook niet in de kerk. Nog los van het feit dat ik natuurlijk niet christelijk ben. Het gaat erom: waarom hou je die plek bezet als het voor de rest geen waarde voor je heeft? Maar goed, dus toen Ali deze boodschap kwam delen met de mensen in Mekka, mocht hij rijden op de kameel van de profeet als een soort zegel, zodat mensen weten dat dat al genoeg was. Het was voor de, mensen, voor de mensen om hem heen, was het genoeg. Oh, hij rijdt op de kameel van de profeet, dus spreekt hij in naam van de profeet. Want de, die kame, de kameel was alleen van de profeet en alleen de profeet reed erop. Iedereen had zijn eigen kameel, het was niet leuks. Het was niet bijzonder. Het was niet van hij is verwend. Oh, hij heeft een eigen kameel. In die tijd had iedereen een kameel of een paard. Of en en. Of meerdere. Dus, het gaat erom. Dat specifieke kameel waar Ali op reed die dag was van de profeet. Dus wisten de mensen van, oh, dat, zo werkt het nou eenmaal in die tijd. Hij spreekt in naam van de profeet. Dat was voor hun genoeg. Maar niet voor Abu Bakr. Abu Bakr die stond helemaal op zijn achterpoten. En hij zei. Eigenlijk heel cynisch, eigenlijk heel lelijk wat de hadith vertelt. Zegt hij, ben je emir of ma'moor? Emir betekent niet alleen maar uh, prins. Emir betekent ook, je bent in opdracht van. Ma'moor. Amara betekent, ik vraag jou. Ik je uh, obey. Dus ik, 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 ik vertel jou dat je wat moet doen. Dat heet in het Arabisch, a'moroka. Ik vertel je dat je dit moet doen. A'moroka. Amara betekent, hij heeft gevraagd dat iets gedaan moet worden. Daarvan is dit ontstaan. Amir of Ma'moor. Dus Abu Bakr heeft alles genegeerd, maar zijn jaloezie en boosheid. En Allah weet het beste natuurlijk. Dit is nu mijn invulling, maar dit heeft hij wel gezegd. Want het is natuurlijk vreemd dat hij dit nog nodig vindt om te vragen hoe je het went of keert. Het is vreemd en het getuigt van geen mooie inborst. Zit jij op die kameel vanuit jezelf of omdat de profeet het gevraagd heeft? Denk zelf na, Abu Bakr. Wat denk je? Dus hier, dit zijn die kleine dingen waar je als moslim, wat, wat je niet klein moet houden, maar je moet ze uitvergroten. Honderd keer maal uitvergroten en dan erbij stilstaan. Dit zijn die kleine dingen waar we heel veel uithalen. En de hadith illustreert nogmaals hoe letterlijk Ali. Iets neemt wat de Profeet hem vraagt te doen. Dus toen de Profeet tegen hem zei: van, Ga die delen op mijn kameel, bleef Ali, zegt hij dit zelf, deze boodschap herhalen tot hij geen stem meer had. Hij had een heesse stem, want hij bleef het herhalen, want de Profeet kwam niet terug om hem te vertellen: van, Stop, het is genoeg. Dus hij bleef het herhalen tot hij letterlijk geen stem meer had. Ook dit laat eens zien hoe serieus Ali alles neemt wat de profeten vertelt. Dat kennen wij niet van de sahabas, van geen een Andere verhaal over Ali. Want ik wil dit hoofdstuk van Ali afsluiten, dus ik hoop dat, dat ik dat vandaag kan doen in de komende 10 à 15 minuten, jongens, en dan uh, gaan we over op uh, het andere onderwerp wat ook belangrijk is. Hadith vertelt ons dat toen Yemen uitgenodigd werd tot Islam, was het ook weer Khalid bin Walid die gestuurd werd. En het was hem niet gelukt, volgens mij was hij daar zes maanden bezig om mensen uit te nodigen, om te vertellen wat de islam inhoudt, en niemand wilde naar hem luisteren, het was hem niet gelukt. En hierna stuurde de profeet Ali, en Ali was het gelukt zonder moeite. Dus wat we hieruit kunnen halen als deze hadith klopt, is dat Ali veel vrediger was in zijn manier van doen. Hij had charisma, kon mensen makkelijk bereiken. Kon makkelijk verbinding maken met mensen. Als je deze kwaliteit bezit, betekent dat, dat dat we al een beeld kunnen hebben over hoe hij was als persoon. En hoe hij ook was, in ieder geval, zo was Khalid bin Walid in ieder geval niet. En dit is belangrijk. Over wel of geen hadith. Ali heeft het op zich genomen om naar de grootste stam in Jemen te gaan. En die heet Hamdan, de stam van Hamdan. En hij ging met ze praten. Maar wat deed hij met ze praten? Wat houdt dat in? Niet wat we vandaag de dag horen. Hadith dit, hadith dat, Bukhari dit, moslim dat. Nee, hij ging met ze Koranversen delen en dat ging, dat ging hij met ze bespreken. Dus hoe bereik je mensen met Koranversen en niet met hadithverhalen? Als ik nooit moslim was geweest en ik zou islam kennen van de hadith, zou ik nooit moslim zijn geworden. Dat, dat zeg ik nu, nu als volwassen iemand. Er zit te veel achterlijkheid in. Er zit te veel agressie in. Te veel bloed, te veel dit, te veel, hardheid, te veel. Alles is too much, too much. Dat is wat hadith is. En natuurlijk heb je ook de mooie stukjes, maar je hebt ook de ugly. Ugly zit in hadith. Ook ugly heb je. The good, the, wat noemen ze dat? The, the bad, the good en the ugly. Heb je allemaal daarin. Dus als ik nooit moslim was geweest vanaf begin af aan. En ik zou islam onderzoeken en een kans willen geven. En ik zou beginnen met hadith. Had ik nooit, nooit, was ik nooit moslim geweest? Dat is één ding wat ik uh, zeker weet. Een andere anekdote van Ali, waaruit we kunnen halen dat hij alles deed vanuit zijn hart en hij was rechtvaardig, is toen hij het geld ophaalde. Wat wij vandaag de dag noemen in Nederland de uitkering, weet je wel? Of het UWV of de pensioen. Als je uh, altijd meegedraaid hebt en je, je bent ziek, of je bent oud, of je hebt een handicap. Dat had de profeet al in die tijd. Een uitkering is niet vanuit het westen ontstaan. Dat was al bij de profeet aanwezig. Dat heet de kas van de moslims. Heet het in het Arabisch letterlijk vertaald. En, en iedereen mocht daaruit pakken. Als je maar de belasting betaalde. Zo hadden wij een verhaal van een van de profeet die een oude Joodse opa tegenkwam die niks te eten had. En de profeet zei van, waarom heb je niks te eten? Ben je altijd lid geweest, onderdeel geweest van deze samenleving? Ja, zei die Joodse man. Waarop de profeet zei: Van dan heb je recht op een uitkering, want je hebt meegedraaid in dit land. Je hebt je belasting betaald, dus je hebt recht op een uitkering. En daar, dat verhaal vertelt dat de profeet die dag toen en daar ervoor gezorgd heeft dat die Joodse man. Dus de, hiermee illustreert het verhaal: Het maakt niet uit wie je bent. Je leeft in dat land, je hebt meegedraaid, dus je hebt recht op een uitkering. Alleen dan. Niet wat wij vandaag de dag hier in Nederland kennen. Je bent het, en, en ik ken het en ik kan het weten, want ik werk bij de gemeente. Ze worden steeds jonger. Jongens, we hebben soms cliënten van 17 jaar die wij moesten veren. Van ga werken man, voordat je een klap krijgt en de schop. Ga werken, ben je helemaal gek geworden? Uitkering aanvragen. Aan het werk jij. En grote bek, grote bek, uitschelden voor alles wat en los zit. Dit soort mensen moeten zich schamen. Ik denk als dit soort jeugd wat we nu in Nederland hebben. Wat uitkering krijgt. Als dat geleefd had in de tijd van de profeet. Dan had hij ze, ik weet, volgens mij was het een passief persoon. Maar dan had hij het mooi gevonden als de profeet zijn klap gaf op beide wangen. Chik chak. Aan het werk. Wat heb je gedaan om uitkering te krijgen? Heb je gewerkt? Heb je meebetaald? Heb je wat gedaan voor de samenleving? Je bent zo uit je bed gerold en je bent uitkering gaan krijgen. Ben helemaal gek geworden. Het is om je voor te schamen. Mensen die een uitkering krijgen die nooit iets hebben gedaan in Nederland, je moet je schamen. Je moet je kop, je, je ogen van je kop schamen. Echt. Afijn. Dus, Ali was op een dag de zaket aan het ophalen, waar deze kas natuurlijk mee uh, vol van zit, hopelijk. O om dit te kunnen doen, de zekeet, weet je wel wat we alle moslims moeten betalen. Uh, sterker nog, het komt altijd samen met het gebed. Alle zegt, jullie bidden en jullie betalen de zaket. Die twee zijn belangrijk. Van de zaket onderhoud je de armen, de mensen die ziek zijn, iedereen die niks kan. Dus Ali was dit op een dag aan het verzamelen op een kameel. En hij was onderweg om dat op te halen met verschillende sahabas. Maar die moesten lopen, want er waren niet zoveel kamelen. Ja, waar ze over beschikten blijkbaar. En de kameel die ze hadden, die was de zak aan het dragen met het geld. En deze mannen werden moe, inclusief Ali. En ze wilden op die kameel rijden. En Ali zei niks van. Wij gaan lopen tot terug aan Mekka. Of Medine, ik weet niet waar dit gebeurd was precies. Volgens mij was het terug naar... Uh, volgens mij was het Mekka, het verhaal. Uh, zo uit mijn hoofd, in ieder geval. En ze waren zo boos. Dus ze kwamen bij de profeten en ze gingen klagen. Hé, hey, moet je kijken, Ali was zo hard. Uh, we mochten niet eens op de kameel zitten. We waren zo moe, we mochten niet eens op de kameel zitten. En Ali zei, dat is omdat die kameel iets droeg wat van iedereen is. Namelijk... De uitkeringen wat iedereen zou krijgen, waar iedereen recht op heeft, uh, uh, wat ik net vertelde. Dus het was niet van mij, het was het geld van het volk. Dus die kameel is belangrijk dat hij dit moet brengen waar het moet zijn. Het is niet van jou, het is niet van mij, het is van het volk. Dus we moeten daar met de uiterste zorg mee omgaan. Betekent dat we ook geen risico moeten nemen dat die kameel moe wordt of in elkaar klapt. Dus niemand mag erop rijden. Die kameel mag alleen de zak met geld dragen. En de mensen waren in vuurvlammen, ze kwamen bij de profeet, klagen over Ali. En de profeet zei, jullie moeten jullie schamen, jullie moeten jullie schamen om zo over Ali te roddelen. Ali is alles, behalve onrechtvaardig. En we lezen het verhaal dat de persoon die over Ali roddelde en klaagde, zei, ik schaam me eigenlijk. Dat klopt, Ali was nooit onrechtvaardig en ik schaam me dat ik me liet gaan in mijn boosheid. Maar moet je horen wat de profeet zei over Ali? Nog belangrijk, voor al die mensen, voor de Soenieten met name. En ik zeg Soenieten, ik ben geen Shi'i. Ik, ik was Soeniet, maar ik ben geen Soeniet. Ik ben wat je zou noemen Koranist, maar ik ben ook geen Koranist. Ik ben moslim. Want Koranist, shi'i, Soe, is allemaal onzin. Joh. Is allemaal onzin. Allemaal, allemaal dingen die we zelf verzonnen hebben. In ieder geval, dit is wat de profeet zei. Overigens, voor de mensen die dit verhaal willen opzoeken, de persoon die hierbij betrokken was heet Abu Sa'ad el-Khudri. Als reactie, nogmaals, om te onderstrepen hoeveel respect en liefde de profeet en vertrouwen had in Ali, zei hij een soort, het is geen gedicht, het is niet echt een gedicht, maar het rijmt. In het Arabisch rijmt het. En, de, en dit is wat hij zei in het Arabisch. Men kuntum awla fa'ali ma'ula. Dus men kuntum awla fa'ali ma'ula. Dat betekent in het Nederlands vertaald, wie je bent of niet, Ali is staat boven jou. Maulai betekent hij is op dat moment jouw meerdere. Hij heeft meer gezag dan jij. Men kuntum eulah fa'ali maulai. Jongens, hoe duidelijk moet het nog worden? Zelfs de hadith laat zien dat Ali direct naar de profeet komt. Niemand anders. En dat is niet zomaar omdat die familie is van de profeet, maar kijk maar zelf naar de geschiedenis. Kijk wat deze mensen ons gebracht hebben. Al deze mensen die de Profeet hebben opgevolgd in plaats van Ali. Terreur, onderdrukking, diefstal, uitroeien, moord. De hele familie van de Profeet is onthoofd op gruwelijke wijze, op kannibalistische manier. Dit is het. En dit hebben wij verdiend als Sunniten. Dit is ons straf. Want wij hebben gekozen, wij waren te zwak om tegen de mens in te gaan in die tijd. Ons voorouders weliswaar, maar toch. Ze hadden niet wat het nodig was om tegen deze mensen te zeggen, niks van. Jullie nemen niet de, profeet, jullie nemen niet de plek van de profeet over. Want jullie zijn het niet waardig. Jullie zijn bruten. Jullie zijn hypocrieten. Niemand neemt de plek over. Als er iemand de plek zou overnemen van de profeet, dan is het Ali. Niet alleen maar omdat we allemaal hebben kunnen zien wat hij gedaan heeft voor de islam. Maar om wat de profeet in zoveel woorden heeft gezegd over Ali. Letterlijk. Ali is mijn Harun. Men om Fa'ali ieder die Arabisch snapt, weet dat hier de discussie ophoudt. Het debat over wie had de profeet moeten opvolgen, wat we nu nog steeds doen: de zonieten. En hard bezig om onszelf te verdedigen en vermoeiend. Het is vermoeiend om naar te kijken hoe de zonitische olemmen zich kronkelen. Waarom? Om maar eens een verhaal in elkaar te breien: van het, het, had, het is goed wat we gedaan hebben. Ali had het niet moeten zijn. Het is onzin. Het is onzin. We zijn voorgelogen, jongens. We zijn misleid en we zijn voorgelogen en nog steeds. Nogmaals, ik zeg niet dat je shi'it moet worden of zo niet. Word een moslim. Bestudie de Koran. Weet wat de bedoeling is van de islam. En weet wat het betekent dat je jezelf moslim noemt. Nooit shi'i. Nooit sunni. Nooit Koranist. Daarnaast, volg niet een van de vier imams. We hebben vier imams. Jongens, zoveel splitsingen. Het is onzin ongelooflijk, het is echt ongelooflijk zoveel splitsingen, we hebben vier imams we hebben hadith en elk hadith corrigeert of vult aan die ervoor het is, het is echt, het is een circus islam is een circus geworden en ieder die een trucje kan doen ieder clown die werkloos is en, 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 en aankomt van hé, hey, laat mij eens een trucje voor je doen, want misschien kan ik in jouw circus werken je is van harte welkom met open armen ontvangen dit is helaas de islam die wij vandaag de dag hebben. Een circus met clownen. En dit zijn niet zomaar clownen, dit zijn gevaarlijke clownen geweest. Die de islam uiteindelijk een vorm hebben gegeven wat je nu praktiseert. Wat je nooit op die manier had moeten praktiseren als je je houdt tot de Koran. Het is verschrikkelijk. Je leest bijvoorbeeld in de Koran dat Allah zegt: wie niet in Allah wil geloven, prima. Wat lees je in de hadith? Oh, dat heet rad. Dat heet rad. Als iemand geen moslim is, direct kop afhakken. Terwijl Allah zegt, la ikra hafid din, in islam moet je niemand dwingen. In islam moet iedereen, dit zijn koranversen wat ik nu met jullie deel. In islam mag in ieder voor zichzelf bepalen wat hij gelooft. Jij hebt jouw geloof, ik heb mijn geloof en Allah beoordeelt als we tegenover hem staan. Wat zegt hadith? Wat? Is hij geen moslim? Koop eraf. Dat heet rad. Rad betekent teruggaan. Hij was moslim en hij is teruggegaan. Dit is hadith. Dit is het. En um, deze stijl komt terug op heel veel verschillende gebieden. Hoe wij alle aanbidden, hoe we bidden, hoe we, hoe we, hoe we vasten, hoe, alles. Alles. Alles is verminkt, alles is, is misvormd, alles. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. En als je dit zegt, dan ben je geen moslim meer in de ogen van die clowns. Dan ben ik maar geen moslim meer in jullie ogen. Het gaat erom dat ik moslim ben in de ogen van Allah. Niet in de ogen van deze clowns. Dat boeit me niet. En dit komt eigenlijk overeen met wat Allah ons vertelt in de Koran in Surat al vers 23. Allah vraagt de moslims om de familie van de profeet te eren en te beschermen. Dat kan ook niet anders, want zij hebben met hem alles gedeeld. Dat was zijn direct gezin. Dus na hem zouden zij nog het meest, het beste kunnen weten en onthouden wat hij wel of niet gedaan heeft. En ben je nog steeds niet overtuigd? Hoor dit verhaal over de laatste minuten van de profeet hier op aarde. Vlak voor zijn dood had hij zoveel pijn dat hij af en toe bewusteloos uh, viel, raakte, want hij lag al. Dus af en toe kwam hij erbij en dan was de pijn zo erg dat hij zijn bewustzijn uh, kwijtraakte. Dus dan was hij weg. Een soort, soort coma. En dan weer bij en dan weer niet. En, en toen de profeet dit voelde bij zichzelf. Dat hij er niet de hele tijd bij was, toen zei hij: Ik heb nog iets te zeggen. Het laatste wat ik wil zeggen. Heeft iemand pen en papier om dit te noteren? En er was een moslim bij, ik ben de naam vergeten. Samen met Omar ibn khattab En Omar is voor heel veel moslims big. Dat is big. Dat is een soort, soort paus geworden in, in zijn categorie. Omar, daar is een hele serie over gemaakt. Onlangs nog, een paar jaar terug. En hij zal wel zijn goede kant hebben gehad. Maar helaas, er zijn ook zaken die niet kloppen, conform de hadith. Wat zei Omar ibn toen de profeet bij zichzelf merkte dat hij, dat hij eigenlijk aan het, dat was het einde. En hij was er niet helemaal bij, had geen controle over zijn bewustzijn, want de pijn was zo erg dat hij flauw viel. Hij viel flauw, kwam bij, viel flauw, kwam bij. Dus toen hij dat merkte bij zichzelf, toen zei hij van, snel, kan iemand wat schrijven voordat ik weer flauw val? Ik heb iets belangrijks te melden, het laatste wat ik wil vermelden. Waarop Omar bin al zei tegen die moslim die ernaast zat, dus dit is de profeet, hij negeert de profeet. Waarom? Omdat de profeet aan het doodgaan was. Weet Omar, als dit verhaal klopt, weet Omar dat hij niks meer kan doen. Het is klaar, deze man heeft geen macht meer, dit is een aflopend verhaal. Dus, het is nu, nu komt Omar, als dit verhaal klopt, komt Omar, de ware aarde komt naar boven. Dit is, en daarom zegt alleen de Koran, gehoorzaam de profeet, ja? ...van al die achterlijke moslims die zeggen... ...gehoorzamen betekent volg de hadith... ...gehoorzamen betekent in zijn leven... ...mensen die hem niet gehoorzaamd hebben... ...hier Omar... ...iedereen zegt Omar was een van zijn rechterhanden... ...oh ja, nou geniet hiervan... ...dit is wat je rechterhand voor je doet... ...toen de profeet zei van wie kan dit heel snel opschrijven... ...toen wilde die andere moslim het gaan opschrijven... ...en Omar heeft hem tegengehouden... ...en ze begonnen te vechten... ...want die andere moslim zei niks van... Ik gehoor ze aan de Profeet. Als hij wat wil laten dicteren, dan doe ik dat. En Omar zei: Negeer dit. Luister niet naar de Profeet. Deze man, zo sprak hij over de Profeet. Deze man is aan het eilen. Je moet niet naar de, deze man. Opeens was het niet de boodschappen van Allah. Deze man is aan het eilen. Negeer hem. Met als gevolg dat wij de mossen en, en ze begonnen te vechten onderling. Waarop de Profeet zei. Verdwijn uit mijn kamer. Alle twee. Ik wil jullie alle twee niet zien, niet horen. Verdwijn uit mijn kamer. Moet je kijken als dit verhaal klopt wat voor pijn het hem gedaan zou moeten hebben. Ho hoe erg hij gekwetst zou zijn in zijn hart. Dat Omar zo met hem omgaat nu hij daar hulpeloos op de grond ligt. Dat moet toch enorm veel pijn doen dit soort verraad als het verhaal klopt. Maar in ieder geval, dus als dit verhaal klopt, weten we nooit, dat hebben we te danken aan Omar. Weten we nooit wat de profeet nog wilde vertellen? Iets wat hij blijkbaar op zijn sterfbed had willen vertellen. En het moest gedicteerd worden. Waarom? Te danken aan Omar. En zo'n iemand, daar moet ik voor buigen. Alsjeblieft, jongens. Alsjeblieft. Schud jezelf wakker. Bestudeer in ieder geval de hadith. Heb je in ieder geval een onderbouwde mening? Of je erin gelooft of niet, I don't care. Heb je in ieder geval een onderbouwde mening? Want dit zijn niet alleen maar mijn woorden. Een belangrijke figuur, Abdullah Ibn Abbas, heeft ooit gezegd, dit is een van de pijnlijkste zaken in ons leven als moslims. We zullen nooit weten wat de Profeet nog wilde aanvullen. En misschien een van de laatste symboliek, laatste momenten van de Profeet, toen hij op een gegeven moment wat meer kracht had, wilde hij naar buiten komen, leunend op twee mannen. Op, op Abbas en op Ali. Dus twee mannen, op Abbas en Ali. Dat is ook een heel mooie symboliek. De laatste momenten op wie leunt hij, op onder andere Ali. En toen de profeet overleed, was er niemand bij hem, behalve Aisha en Ali. Waar waren al die andere mensen waar wij vandaag de dag als moslims zoveel eerbied voor, hadden, voor hebben? Buig maar zo, zo. Je kan niet diep genoeg buigen voor Abu Bakr. Je kan niet diep genoeg buigen voor, voor Omar. Je kan niet genoeg buigen voor al die andere hypocrieten. Waar waren ze allemaal toen de profeet alleen thuis, dit is de profeet, hij overlijdt thuis alleen met Aisha en Ali. Waar is de rest, waar zijn de moslims, waar is iedereen, dit is hun profeet, waar zijn ze? Weet je waar ze zijn, vertelt Hadith, ze waren aan het vechten, letterlijk, dat was letterlijk een heftig debat en het liep uit op zowat gevecht en bloed en haartrekken en kleerscheuren, nog net niet. Over wie de macht heeft nu in Arabië. De profeet, zijn, zijn lichaam moet nog gewassen en begraven worden. Omar, Abu Bakr en de hele gang was aan het vechten over wie de, de, op de troon mag gaan zitten. Het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk jongens. Het is afschuwelijk. En dit zijn de mensen die jou de hadith hebben achtergelaten. Ik denk er niet aan om iets van de hadith aan te nemen, van dit soort hypocrieten. En een beetje hetzelfde wat je leest bij Mozes: toen Mozes de berg opging om met alle te praten, gingen de Joden direct acuut, want het was voor hun om het even, direct acuut een gouden kalf aanmaken, want ze hebben gezegd: Een God die wij kunnen zien is nog altijd beter dan God die wij niet kunnen zien. Dus. Net als de andere volkeren willen wij ook een God kunnen zien en kunnen aanraken. Dus hebben ze de gouden kalf gemaakt. Weet je wat je ook ziet bij de christenen? Met, de, met Jezus aan het kruis. God mag niet onzichtbaar zijn. Dat is ook het idee wat christenen uiteindelijk in het leven hebben uh, geboetseerd. God moet naar de aarde komen. We moeten hem kunnen zien. We moeten hem kunnen raken. Letterlijk. Zoals je leest in de Gospel. Met Thomas. Thomas heeft God letterlijk aangeraakt door zijn vinger in de wond van Jezus te stoppen. Heer, ik snap dat u het bent, maar mag ik u aanraken? Mag ik uw wond prikken met mijn vinger? Daarom wordt Thomas, Thomas de, de, de Douwring Thomas genoemd, de twijfelaar, als je dat verhaal althans kent. Dus dat is het mankement van de mens. Wij moeten zien wat we geloven. Zelfs God moet daar in, 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 in die laws van de physics moet hij kunnen passen. En als ze dat niet kunnen zien, nou, dan gaan ze God maken. Hetzelfde is gebeurd bij de moslims, dat weten heel veel moslims misschien niet. Toen de profeet overleed, gingen moslims massaal terug naar de afgoderij, het aanbidden van poppen, het aanbidden van stenen, het aanbidden van dieren, het aanbidden van alles. Direct na het overlijden van de profeet. En dat wordt nu gebruikt als argument waarom Abu Bakr het toch verdient dat hij de profeet mocht leiden, want het was Abu Bakr die als een soort papa smurf... Tegen de dwalende moslims zei: Blijf toch bij elkaar, me Smurfjes. Laten we bij elkaar blijven. Laten we niet afdwalen. Wordt er gezegd. En wil je afvragen wat er gebeurd was met Ali en de familie van de Profeet nadat de Profeet er niet meer was? Nou, lees bijvoorbeeld de notities van uh, uh, Dirar ibn Thomra el Kinani, als ik hem goed uitspreek. Dirar ibn Thomra el Kinani. Toen Muawiya en we weten allemaal wie Muawiya is, daar heb ik geen tijd meer voor. Muawiya is heel belangrijk, ook in de vervorming van islam. Uh, zoek hem maar op jongens, jullie moeten ook wat huiswerk gaan doen. In ieder geval, toen hij deze diraar vroeg om Ali te beschrijven, dit zijn die kleine dingen waar je bij stil moet staan, was diraar bang om Ali te beschrijven zoals hij was. Hij was nerveus, lezen wij in de hadith. Hij was bang, hij was nerveus, want o oh jee, hij moet Ali gaan beschrijven zoals die was. Dus hij moet hem positief beschrijven, want Ali was een goed mens. Maar hij zegt dat durfde ik niet te zeggen. En ik moest mezelf excuseren. Ja, maar misschien wat ik ga zeggen, ga je niet leuk vinden. Want iedereen was tegen Ali. Ik heb jullie verteld, er waren galifas die hun imams gingen dwingen dat ze verhalen moeten verzinnen over Ali. Uh, slechte verhalen. Zo ver was de haat naar Ali toe. Waarom? Misschien een stukje jaloezie. Dat de profeet meer leunde op Ali dan op de rest. Weten we niet. In ieder geval. Wil je weten wat hiervan terug is gekomen van de moslims en hoe wij begonnen te rebelleren tegen Ali en de familie van de profeet, dat we ze allemaal wilden doden. Begin met de aantekeningen van deze dirar ibn Thom al-Kinani. En daar waar iedereen bezig was met macht, status, was Ali bezig met het bestuderen van de Koran. Lezen wij gek genoeg in de hadith zelf, nogmaals. Het enige waar hij zich zorgen om maakte, was telkens een soort toets houden bij de profeet. Heb ik de Koran genoeg onthouden? Heb ik de Koran goed onthouden? Hij was altijd bang dat hij de versen door elkaar haalt of dat hij het niet goed onthoudt. Dus dan kreeg hij elke keer een soort ververscursus van de profeet. Dan ging hij bij de profeet de Koran citeren en dan zei hij tegen de profeet, klopt het nog? Citeer ik de Koran nog steeds correct? Hij had een soort opfriscursus. Dat is waar Ali zich mee bezig hield. Maar de rest was bezig met, met macht, met politiek, agenda, met, 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 met. En lezen wij ook in de hadith over Ali en over Ali alleen. De profeet was natuurlijk heel arm. Hij wilde niet rijk worden, hij wilde geen vermogen. En alles wat hij had, ging hij verdelen onder de moslims. Dus er waren dagen dat hij niks te eten had. Nadat hij de openbaring kreeg en alles wat ik jullie verteld heb. Dus hij was rijk in het begin omdat hij als kind van de elite opgroeide in Mecca. Min of meer. Maar nadat hij profeet is geworden, is hij natuurlijk alles kwijtgeraakt. Alles. Dus, dus hij was nog armer dan arm. En dagen dat hij niks te eten had. En als Ali dat zag, want de profeet ging nooit vragen. Maar als Ali dat zag, dan ging Ali extra werken om net wat meer te verdienen. Zodat hij zichzelf, zijn gezin en de profeet eten uh, kon brengen. En we lezen dat de dag waarop de Profeet overleed, de avond daarvoor, was hij met Aisha, zijn vrouw, en Aisha vertelt dat de Profeet bleef vragen naar Ali: Is Ali al terug? Is Ali er? Is Ali al terug? Kan hij al bij me komen? Dus de Profeet was heel bezorgd dat hij dood zou gaan zonder Ali nog een laatste keer te zien en uh, te spreken. En afgezien van het incident van ik jullie, wat ik jullie net vertelde, dat de profeet nog wat wilde dicteren en Omar weigerde, vlak daarvoor, dus dat was de laatste kans dat iemand wat zou horen van de profeet, maar wie wat wel heeft gehoord van de profeet, was Ali. Toen de profeet nog erbij was in, met zijn kracht en fysiek en alles, voordat het zo erg werd dat hij flauw begon te vallen, was Ali de laatste die hij sprak. Ali heeft dus een soort afsluiting meegekregen van de Profeet. En misschien juist daarom dat Ali tegengewerkt en gesaboteerd is. Want stel je voor dat Ali gaat benadrukken wat de Profeet in de Koran vertelt: namelijk dat alle vrede wil, dat iedereen vrij moet zijn, dat er vrijheid en democratie moet zijn bij de moslims. Dat, dat zou natuurlijk regel. hoe noem je dat? Haak staan tegenover wat de Kalifa wil. De kalifa wil een, een sultan zijn. Hij wil een paleis. Hij wil vermogen. Hij wil uh, s s'avonds. Hij wil uh, grillen. Hij wil fruit. Hij wil dit. Hij wil, hij wil land veroveren. Hij wil macht hebben. Hij wil een soort caesar worden. Dat gaat natuurlijk niet samen met wat, wat de Koran vertelt: dat je humble moet zijn. Vermogen is aardig, is tijdelijk. Daar moet je niet om geven. Uh, niemand mag machtig zijn. Mens mag voor niemand bukken dan voor Allah. Dat gaat natuurlijk niet samen. En als, als Ali dit nog eens zou onderstrepen, als hij de Profeet had vervangen, dan had hij een hoop mensen tegengewerkt. En dus mocht Ali nooit de stage krijgen. Ali mocht nooit de ruimte en de tijd krijgen om te vertellen wat hij geleerd heeft van de Profeet. Want dat komt deze hypocrite duivels niet goed uit. Allemaal. Wat dit nog eens onderstreept is dat toen de Profeet overleed, kwam Ali naar buiten. En hij zegt: Kun je je getuigen dat de Profeet zijn best heeft gedaan om de boodschap te geven zoals Allah dat geopenbaard heeft? Zijn jullie bereid? Hebben jullie dat gezien? Zijn jullie overtuigd dat hij dat gedaan heeft? En de meeste mensen hebben dat kunnen bevestigen. Waarop hij zei: Prima, laten we dan afspreken dat we dat ook gaan praktiseren. Het feit dat Ali dit zegt en de mensen daaraan moest herinneren, want dat was een statement wat hij maakt, betekent dat het nog niet leefde. Het leefde nog niet bij de moslims. Dat Ali zegt: Staan jullie achter wat Allah heeft geopenbaard? Ja, dan laten we dat praktiseren. Dus Ali wilde de Koran eh, vooral als leidraad. En het feit dat die tegengewerkt wordt, betekent dat de islam vandaag de dag is gevormd door mensen die tegen de Koran zijn. Vandaar dat. Dat wij als moslims blijven roepen, ja maar Koran is zo mooi, ja maar Allah is zo lief. En, en dat de rest van de wereld ons ziet als hypocrieten die gewoon zich schamen voor een bruut geloof wat we hebben. Dat is die, omdat ze twee dingen zien. De meeste moslims volgen namelijk de hadith. En daarom zijn we er zo aan belabberd, zoals we er nu aan toe zijn, de toestand van de islam. We volgen niet de Koran, dat hebben we te danken aan deze hypocriete honden, aan deze duivels. Mogen alle ze straffen. En geven wat ze verdienen. Ze hebben van Allah een soort monster gemaakt. Terwijl Allah is alleen maar vergeven. Lees bijvoorbeeld Surah An-Najm vers 43. Surah An-Naml vers 17 tot 19. Surah Yunus 58. Of Surah az vers 24 tot 30. Of, 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 of. Allah ziet vol vergeven. Maar de hadith schetst Allah als een soort brute monster. En toen Ali uiteindelijk, niet in Mekka, maar uiteindelijk in Irak, in Kufa, geïnstalleerd was, uiteindelijk als leider van een groepje moslims, toen hebben ze hem een soort ambtshuis gegeven, wat we hier ook kennen bijvoorbeeld in, uh, in Nederland, in Amsterdam. Een burgemeester, in elke stad heeft een burgemeester een mooi huis, dat heet het ambtshuis. Toen ze een ambtshuis hebben gegeven aan Ali in Irak, toen weigerde hij. Hij zegt: Om het volk te kunnen leiden, moet ik wel een van het volk blijven. Dus ik ga naar een doorsnee-huis zoals een ieder ander moslim hier woont. Ik wil geen ambtshuis, ik wil geen paleis. Dit is Ali. Zet hem tegenover Harun al-Rashid bijvoorbeeld. Of ieder ander sultan, zowel toen als nu. Ze leven allemaal als goden in paradijs. Dit zijn wel de mensen die de islam hebben doorgegeven, jongens. Die link moet je nooit verliezen. De islam die wij vandaag de dag praktiseren is niet de islam van de Koran, het is niet de islam van de profeet. Het is de islam van dit soort duivels. En, en ik denk, als je dat snapt, en als je dat niet gelooft, dan moet je gewoon onderzoeken, dan kom je er wel achter. Als je dat eenmaal voor jezelf helder hebt, dan gaat er een licht in je hoofd. Dan krijg je zo'n zo zo moment van schaamte. Hoe heb ik als moslim altijd zo als een lamme schaap, zonder te lezen, zonder te onderzoeken, op die manier mezelf moslim kunnen vormen? Je schaamt, er je komt een soort schaamte bij kijken. Hoe heb ik dit kunnen geloven, dit soort achterlijkheid? Het is achterlijkheid van, van de ergste soort, wat je in de hadith leest. Maar goed, liever laat dan nooit. Maar ook qua uiterlijk lezen wij dat toen Ali als ghalifa op de markt liep, zag hij eruit als een soort. Arme man, zo lezen wij een verhaal over een, een dame, een, een uh, slavin notabene, die voor haar meester daders kwam kopen op de markt. En ze heeft het teruggebracht, want ze zegt mijn meester vindt de daders er niet vers genoeg uitzien voor die prijs. En de verkoper wilde geen geld teruggeven en Ali was toevallig in de buurt en die ging zich ermee bemoeien. Maar die verkoper die duwde Ali omver en hij zei wat bemoei je mee? Hier halen we uit dat Ali er niet uitzag als kalifa. Ook weer iets wat we niet zien bij de rijke leiders van ons. Ze behangen zichzelf met allerlei mooie islamitische titels. Maar, alles behalve. Ze zijn echt alles behalve. Geen één, er is geen uitzondering. Geen één. Geen één. Geen één van de islamitische leiders verdient het om een islamitische leider genoemd te worden. Geen één. Jongens, ik ga het hierbij bijhouden. Hiermee ook een einde. Daarom is deze... Uh... Video eh, net wat extra langer dan jullie gewend zijn. Ik, ik, ik wilde vandaag echt het verhaal van Ali afronden. Hiermee dus een einde aan Ali als tool om te gaan kijken naar de hadith, maar we gaan op een andere manier hadith ook weer tegen het licht houden. Wat ik jullie mee wil geven is als hadith de moslims echt heeft united, dus als hadith echt het verdient omdat hij de, van de moslims een eenheid heeft gemaakt en dat hadith belangrijk is en dat hadith waar is. Stel jezelf de volgende vraag en denk erover na. We hebben Sahih Bukhari. En Bukhari heeft meerdere boeken geschreven. Niet alleen maar Sahih Bukhari, hij was al eerder begonnen met schrijven. Maar daar was hij zelf niet van overtuigd. Dus hij ging zijn werk opnieuw corrigeren en opnieuw uitbrengen. Wat de christenen hebben gedaan met de gospels. Als je de gospels in de juiste volgorde leest, lees je dat elk nieuwe gospel de andere gospel aanvalt. Zo heb je bijvoorbeeld de gospel van Luke. En die zegt, mijn gospel is de waarheid. En daarmee zet hij die andere gospels in een slechte daglicht. Met andere woorden, die andere gospels is alleen maar onzin. Wat christenen vandaag de dag allemaal samen hebben gebundeld als het ware woord van God, was eigenlijk een concurrentie. Ieder gospel zei, ik ben de enige en de ware en de echte. Hetzelfde hebben wij, zien wij bij de, de moslims jongens. We zijn echt net zo afgedwaald. Daar, geen illusie daarover. We hebben Sahih Bukhari. Bukhari had andere werk, was hij niet mee eens. Hij was niet overtuigd, ging weer opnieuw werk uh, 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 produceren. Maar dit keer, zodat hij, meer, uh, zodat hij net wat meer waarde krijgt, noemt hij het Sahih met andere woorden, dit is waar, dit is gecorrigeerd. Met andere woorden, mijn, op, mijn vorige werk moet je vergeven, vergeten, want die was niet helemaal accuraat. Please, please. Enfin, dus we hebben sahih Bukhari. We hebben Sahih Moslim. We hebben Sunan Abu Dawood.

Weer over Imam Malik. Dus we, of, dus we hebben nu een hadithschrijver en iemand die schrijft over de hadithschrijvers. En ook die tellen mee. Het is verschuwelijk. Als dit niet allemaal erg genoeg is om, om je te misleiden, hebben wij ook nog de vier imams. Vinden jullie dat niet toevallig jongens? De christenen hebben vier gospels en wij hebben vier imams. Is, krap je nooit achter je oor van is dit toevallig? de laatste groep die ons voorging waren de christenen en die hebben vier grote gospels en wij moslims hebben in de traditie vier imams en je vraagt je af of wij geïnfecteerd zijn door andere ideologieën dit allemaal moet jou er nog van overtuigen als moslim dat je nog steeds eenheid bent, dat je nog steeds dezelfde islam praktiseert als de moslim naast jou, natuurlijk niet het is alleen maar als je naïef bent alleen maar als je een struisvogel bent die zijn kop tot 6 meter diep in de grond steekt Islam, die wij vandaag de dag praktiseren, is alles behalve consequent, alles behalve eenheid. Wil je dat hebben, dan moet je terugkeren naar de Koran. Eén boek, één Allah, één rechtlijn. Je hebt islam, die ontstaan is vanuit de politiek, dat is wat wij vandaag praktiseren, en je hebt islam, die gegeven is aan de profeet vanuit Allah, en dat is de Koran. En het is aan ons om de keus te maken. Wat willen we? En zoals ze dat zeggen in het Engels, to make things worse, to make matters even worse, hebben wij ook hadith. Dit, dit, dit is om te lachen. Dit, dit, dit is echt, ik dacht dat ik gekheid had gezien toen ik de Torah en de Bijbel studeerde. Maar wij moslims, daar kunnen ze nog een puntje aan zuigen. Dus we hebben hadith die zegt, jullie moeten de hadith volgen. En binnen die hadith heb je weer hadith wat zegt, hadith had nooit opgeschreven moeten worden. Dit is natuurlijk krankzinnigheid, dit is achterlijkheid, dit is tegenstrijdigheid van de ergste soort. Hadith had nooit opgeschreven moeten worden. Lezen wij in de hadith over Omar tegen Abu Huraira. En dan diezelfde hadith zegt: Hadith moet je opvolgen. Het is, wat is het? Wel of niet? Het is krankzinnig, het is. Het is het is people the clown. Het is niet serieus te nemen. Dit is niet en zal nooit mijn islam zijn. En zeker niet de bron van mijn islam. Dat is nog altijd, alhamdulillah, de Koran. Als dit jou niet overtuigd heeft, en dan ga ik stoppen. Wat te denken van hadith die zegt dat dit iets is van de profeet uit zijn mond? Lees de uitspraak van Abisaad al-Khudri. Abisaad al-Khudri. En die zei dat hij persoonlijk met zijn eigen oren. De profeet het volgende heeft horen zeggen. La taqtubu anni. Wa men kataba anni ghayla al-Qur'an. Ook al versta je Arabisch niet. Luister naar de klank. Wa men kataba anni ghayla al-Qur'an. Koran. Je hoort Koran. Fal yamhohu. De profeet zou gezegd hebben. Meent de, uh, deze uh, Abi Sa'd Sa al Khudri. De profeet zou gezegd hebben. Vertel over mij alleen de Koran met andere woorden alleen Koranversen wat jullie van mij horen is het enige wat je door mag geven in mijn naam al het andere wat je over me vertelt moet je verwijderen zegt de Profeet in deze uitspraak en ieder die over mij wat anders op papier heeft gezet dan de Koran moet het onmiddellijk verwijderen vernietigen dat lees je in Muslimen is het ورقائق. Zo noem je dat het werk van Moslim. Dus in zahd wa raqa'iq, uh, Nummer 5326. Dus jongens, wat wordt het? Dit is waarom Hadith ongeloofwaardig is. Dit is waar Allah ons voor waarschuwt in de Koran. Allah zegt: Je weet dat iets niet van God is als het tegenstrijdig is. Dat zegt Allah over de Koran. Hij zegt: Mensen die de Koran aanvallen, dat het niet van Allah is. Vertellen ze dat als het niet van Allah is, dan zat het vol tegenstrijdigheid? Wat je hebt in de Bijbel, wat je hebt in de Torah. Heel veel mensen hebben eerbied voor de Torah, want het is oud. Dat, die, dat had ik ook. Jarenlang heb ik de Torah gezien als een soort moederoeferste van ons allemaal. Want het is de Torah, het is toch oud? Ook al mag ik die Joden niet dat ze Palestine, de Palestijnen uh, mishandelen, maar ze hebben toch wel de Torah, dat is toch heel oud. Tot ik de Torah ging lezen toen dacht ik, mijn God, dan lees je Genesis over hoe de aarde is ontstaan. Lees dat, lees dat jongens. Of zoek de video op die ik hier met jullie gemaakt heb, want ik heb jullie de versen de bladzijde. Lees Genesis, de Torah Genesis, hoe God de aarde heeft gemaakt. En, en dan moet je de volgorde lezen. Dan zie je dat de zon eerst kwam. Nee, de zon kwam laat, eerst gras. Nee, het water kwam eerst, eerst de aarde. Nee, de dieren kwamen eerst, eerst Adam. En dan een pagina later is het precies andersom. Wat is het? Waarop de christenen zeggen en de joden. Ja, mogelijk waren dit twee versies. En men was bang. Dus hebben ze twee versies samengevoegd. Zo van: we hebben in ieder geval twee versies. Dus kies maar uit. Dit is niet hoe je Allah moet volgen. Dit is niet van: kies maar uit. En dus zegt Allah in de Koran. Alles wat niet van mij komt is tegenstrijdig. Dat betekent een heilige boek. Wat heilig is verklaard, maar hij is niet van mij, zal tegenstrijdigheid uh, hebben. De Bijbel, als je de Bijbel leest, daar is uh, uh, te onderzoek over gehouden. Heb ik allemaal met jullie gedeeld. De Bijbel heeft, alleen de Bijbel al, loopt al in de 50.000 fouten en tegenstrijdigheden. Dat is niet zomaar iets wat ik hier zeg. Sterk taal. Dit is gestaafd. Hier zijn veel onderzoeken. Dat heb ik allemaal met jullie gedeeld, jongens. Alleen de Bijbel al. Heeft meer dan 50.000 fouten, tegenstrijdigheden, noem maar op. Dingen die niet op hun plek staan. Um, kopieën vanuit de Torah die daar anders zijn. En, en, het is, en dat hebben wij in de Hadith. Hadith is net zo. Is helemaal krom, staat bol van tegenstrijdigheid. Dat niet alleen staat bol van. Uh, dubbele versies. Dit is waarom, waarom Bukhari 6000 uh, uitspraken heeft, want hij zegt, ik hoor die uitspraak in versie A, B, C, D. En ik weet niet welke waar is, dus ik neem alle versies van dezelfde uitspraak van de profeet, neem ik op in mijn werk. Hoezo noemen we dit sahih? Sahih betekent het is correct. Dit is niet correct. Dit is gissen. Dit is van, eh, uh, 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 dit is als je net gooit in de zee en je haalt de stenen mee, de vis, de zeewier, alles haal je mee naar binnen. En je behoudt het, want ach, het is allemaal uit de zee en het is zo leuk. Nee, hadith was sahih als er van elke uitspraak van de profeet maar één uitspraak was. En dat die uitspraak ook nog gedeeld wordt door Bukhari, door Moslim, door Abu Dawood, door Timidi, noem maar op. Maar moment dat deze mensen allemaal zijn ontstaan, juist omdat ze tegen elkaar zijn, want ze zijn niet eens met elkaar, want anders had je dit niet hoeven doen. Als je eens bent met elkaar, dat 1 plus 1 is 2, ga je niet andere getallen benoemen en andere berekeningen maken, want immers, wij weten al dat 1 plus 1 is 2. Deze mensen zijn er niet mee eens. Ze zijn niet mee eens met Bokhari, ze zijn niet mee eens met elkaar, ze zijn niet, en dus, je hebt Sahih Bokhari, Sahih Moslim, Sahih Dawood, Sahih... Welke is het jongens? Welke, welke is het? Welke versie is waar? En dus word je gewaarschuwd in de Koran. Volg niets wat tegenstrijdig is. En dus moet je alleen Koran volgen. Ik laat het hierbij. Volgende keer gaan we het hebben over. Uh, wat jullie me gemaild hebben, inderdaad. Ik heb jullie beloofd dat ik over het gebed ga praten. Daar ben ik ook mee begonnen. Maar goed. Om het gebed te ontkrachten zoals we dat nu doen. Vanuit de hadith. Moet ik natuurlijk eerst de hadith ontkrachten. Want anders heeft het geen enkel zin. Je moet eerst de hadith aanvallen ontkrachten. En dan pas kunnen we zeggen, maar dan ontkrachten we ook wat we van de hadith hebben en leren. En dat is, dat hebben we nog niet gedaan in mijn gevoel. Dit is nog niks. Er zijn extreem hadith waar je voor achterover gaat uh, vallen, op je achterhoofd. En die ga ik ook met jullie delen, dat moet. Dat moet. Het is belangrijk dat heel veel moslims dit horen. Hadith die krankzinnig zijn, die gaan over seks, over verslaving, over dit en het wordt allemaal toegeschreven aan de profeet. Het is verschrikkelijk, het is echt verschrikkelijk. We moeten het horen. We gaan niet de andere kant op kijken. Als we het hier gaan hebben over hadith, dan moeten we het ook hebben over hadith. Dus ook die voorbeelden gaan jullie horen. Dus wees gewaarschuwd. Als je dat niet wil horen, niet wil zien, dan moet je maar niet komen. Maar ook die voorbeelden gaan jullie horen. En het is echt, het, gaat, het, het spat alle kanten op. Uh, voor nu laat ik het hierbij, inshallah. En dan gaan we de volgende keer verder. Of ik begin met wat ik jullie beloofd heb: het gebed volgens de Koran. Of ik doe nog een klein tussenstukje waarin ik nog extreem hadith met jullie deel. Alleen maar om. Voor de mensen die nog. Want dat, dat, dat mailen jullie soms. En dat laat jullie ook achter in de comments. Sommige mensen die zeggen: van we staan volledig achter je. Maar wij hebben nog die angst. Omdat we altijd opgevoed zijn met hadith is heilig. We hebben nog een klein beetje angst. Nog een klein beetje twijfel in ons hart. We staan achter je met ons hoofd en met ons hart. Maar daar is toch nog dat stemmetje wat zegt, ja maar, voor die mensen vind ik het nodig dat ik nog die extreem hadith met jullie deel. Voor nu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik spreek u inshallah in de volgende deel. Ik En ik يشغلني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد انك قد سمعت من ابيك بعض احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ولماذا الحديث يا بخاري؟ لان اول حديث سمعته وانا في الكتاب كان في رجاله نظر. ان كنت تريد الحديث فعليك بابي الوليد احمد بن الازرقي فهو مرجع الناس في الحديث وعليك بالسفر الى بغداد حيث احمد بن حنبل وعليك بالسفر الى مصر حيث سعيد بن ابي مريم هؤلاء وضعوا قائمه لرجال الحديث وحددوا شروط الاخذ بالحديث فان كان الامر يعنيك حقا فعليك بالاطلاع على شروطهم وعلى احاديثهم التي جمعوها سأفعل سأفعل إن شاء الله يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي